Goedenavond. Is iedereen al ready en aanwezig voor deze vierde sessie van de ICT-UNEP webinar? We hebben de afgelopen maand, want we zijn natuurlijk bijna aan het einde van de maand april, hebben we voor ons drie donderdagen gezeten met elkaar. Elke keer weer over een enorm interessant onderwerp waarbij we kijken naar het kunnen inzetten van de Sustainable Development Goals in combinatie met de ICT-associatie om dat als tool te kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van Suriname. Hoe kan de ICT bijdragen samen met de Sustainable Development Goals tot een stap in de juiste richting wat het ontwikkelingstraject betreft voor Suriname? Dames en heren, hartelijk welkom bij deze vierde en tevens laatste webinar van deze maand, ook uit deze serie. U weet, uw host is de ICT-associatie in samenwerking met de UNDP. En wij zijn bijzonder verheugd dat we u mogen verwelkomen. We hebben in onze eerdere sessies van het webinar hele interessante presentaties gehad. En we hebben ook een aantal bijzondere gasten gehad die hun ervaringen, maar ook de stand van zaken met betrekking tot ICT gecombineerd met de implementatie van de Sustainable Development Goals gecombineerd aan ons hebben gepresenteerd. En zo zal dat ook vanavond zijn. Mag ik u allen van harte welkom heten. We gaan beginnen met een aantal huisregels. Als eerst vragen wij u om uw microfoon opnieuw te zetten, zodat we de presentatoren de gelegenheid geven om rustig hun presentatie te kunnen voltooien. Verder vragen wij u om, als u een vraag heeft, om die vast te leggen in de Q&A aan de onderkant van het scherm. Er is namelijk aan de onderkant van het Zoom-scherm een Q&A-button. En als u daarop klikt, dan kunt u uw vragen daarin stellen en die zullen dan beantwoord worden. We hebben vier gasten vandaag die we het woord zullen geven door middel van een presentatie. Maar voordat ons webinar van start gaat, willen we alvast onze eerste spreker welkom heten. En dat is de heer Brian Rente van de VSB. Er is een bepaalde reden waarom er een vertegenwoordiging van de VSB ons webinar opent vandaag. En dat is omdat ons thema vandaag is dat we gaan kijken naar hoe het Surinaams bedrijfsleven kan bijdragen tot digital inclusion door middel van ICT en de Sustainable Development Goals daarin zou kunnen meenemen. Vandaar dat wij de vertegenwoordiger van de VSB, de heer Brian Rente, bereid hebben gevonden om dit webinar te openen om vanuit het standpunt van ondernemend Suriname dit onderwerp aan te kaarten of in ieder geval even onder de aandacht te brengen. Meneer Rente, goedenavond, welkom erbij. Fijn dat u erbij kunt zijn op deze slotsessie van onze serie. En ik denk dat als we een heleboel mensen dit vragen, toch wel een heel belangrijk onderwerp, omdat als we niet de private sector erbij hebben bij dit initiatief, het partnerschap niet volledig zal zijn en daarom zaken waarschijnlijk ook bemoeilijk zullen worden. Dus de participatie van ondernemend Suriname is bijzonder belangrijk in deze. Mag ik u uitnodigen voor uw openingsremarks? Dankjewel, Deb. En het is een bijzonder genoegen om vanavond kort het woord te mogen richten aan de deelnemers en de kijkers. Het is inderdaad een heel belangrijk onderwerp, wat in Suriname helaas nog onvoldoende onder de aandacht is gebracht van de samenleving, de private sector, maar ook de overheid. En daarom zijn dit soort seminars heel belangrijk. De Sustainable Development Goals, SDGs, moeten we beschouwen als een soort kompas naar een duurzamere wereld. De 17 doelen zijn veelomvattend en moeten onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering tegengaan. We moeten stimuleren toegang tot goed onderwijs, duurzame leefgemeenschappen, schone energie. Internationaal, en ik denk in het bijzonder in de westerse wereld, zien we dat ondernemingen al dan niet in collectief verband, de SDGs, al een integraal onderdeel hebben gemaakt van hun bedrijfsvoering. Ze hebben ingezien dat het helpen realiseren van de SDGs kansen met zich meebrengen en niet per se als een bedreiging moet worden opgevat. In Suriname hebben we nog maar een handjevol bedrijven die een deel van de SDG-doelstellingen opgenomen hebben in hun beleidsvoornemens. Het zijn veelal bedrijven die een buitenlandse moeder hebben of doordat de directeur-eigenaar zelf intrinsiek gemotiveerd is. Of er zijn andere
overwegingen die een rol spelen. Dus we kunnen concluderen al heel snel dat de Surinaamse ondernemers nog te weinig doen op dit vlak en nog onvoldoende verantwoordelijkheid hebben genomen. Maar het is aan de ene kant begrijpelijk. Surinaamse ondernemers hebben het momenteel moeilijk en ondernemen in een erg onvriendelijk ondernemersklimaat dat verder negatief wordt versterkt door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Ondernemers zitten nu niet te wachten op nog meer overheid, regels, kosten, etc. Maar het is goed nieuws, er is goed nieuws, want tegelijkertijd realiseren steeds meer bedrijven dat het incorporeren van de SDG-doelstellingen ook kansen biedt. Als ik als voorbeeld neem de doelstelling op het gebied van het creëren van duurzame consumptie- en productiepatronen, is een bedrijf dat integraal opneemt in haar ondernemersdoelstellingen, zal het bedrijf ook dwingen om zich te gaan focussen om haar processen efficiënter te maken en doelmatiger, minder verspilling, zoeken naar energiezuinige oplossingen en nog meer activiteiten die uiteindelijk zullen en moeten leiden tot lagere bedrijfskosten. Maar het is een proces, het kost tijd en geld. De Sustainable Development Goals zijn allemaal goede en mooie doelstellingen die uiteindelijk betere, sterkere en eerlijkere samenlevingen zullen creëren met een beter ondernemersklimaat. En dat is goed nieuws voor ondernemers, want het is voldoende aangetoond dat ondernemingen die opereren in stabiele economieën met een sterke rule of law, kwalitatief goed onderwijs en toegang tot gezondheidszorg beter renderen dan bedrijven die niet onder die omstandigheden moeten ondernemen. Ik zei het al eerder, Suriname bevindt zich momenteel in een moeilijke fase. En we moeten ons ook realiseren dat de Surinaamse private sector uit een handvol grote en middelgrote bedrijven bestaat. En dat het overgrote deel kan worden gerekend tot de kleine en micro-ondernemingen. En juist die kleine en micro-bedrijven missen de resources die grotere ondernemingen, en zeker die ondernemingen die onderdeel zijn van de internationale onderneming, juist wel hebben. Die ondernemingen hebben meer toegang tot kennis, menskracht en financiële middelen om die cultuuromslag te bewerkstelligen die nodig is om een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de SDG-doelstellingen. Daarnaast is er bij het MKBO nog groot gebrek aan kennis en informatie over de SDG-doelstellingen. En dat maakt dat in Suriname de private sector nog veel te weinig heeft gedaan om daadwerkelijke bijdrage te leveren. Maar dat moet veranderen en ik ben ook van overtuigd dat dat gaat veranderen. Natuurlijk is de vraag of je als bedrijf je nu volop moet inzetten op alle 17 doelstellingen. Alhoewel die 17 doelstellingen een integraal geheel vormen en bij elkaar horen. En overheden en de VN waarschuwen voor cherrypicking, denk ik dat we realistisch moeten zijn. En we moeten accepteren dat zeker in Suriname, als we bedrijven een begin maken, dat ze prioriteiten stellen. Ik persoonlijk moedig bedrijven aan om met name te beginnen te kijken naar doelstellingen die impact hebben op het klimaat, creëren van decent jobs en gendergelijkheid. Dus hoe verder? Hoe gaan we nu voor zorg dragen dat de SDG's ook op de agenda komt te staan van de private sector? Ik zei het al, op de eerste plaats meer bewustzijn creëren en delen van informatie. En dit seminar is een goed voorbeeld, zoals het moet. De VSB zal hierin een rol spelen en samen met partners zoals de ICT-vereniging ondersteuning geven aan bedrijven die de SDG-doelstellen willen integreren in hun bedrijfsdoelstelling. Ook moeten worden samengewerkt. We pleiten voor het partneren van kleine bedrijven met grote bedrijven of dat leveranciers en afnemers, kleinere bedrijven, ondersteuning geven, omdat het ook in hun belang is. Ook de financiële sector kan hierin een rol spelen, omdat er steeds meer aandacht wordt gegeven aan de SDG's in algemeenheid en milieu en duurzaam ondernemen in het bijzonder. En soms is het verschaffen van financiering daarvan afhankelijk. Als afronding wil ik ook de aandacht vragen voor de rol van de overheid en alle staatsorganen, zeker staatsbedrijven. Die moeten het goede voorbeeld geven en samen met de private sector voorop lopen. Ik ben daarom blij met de rol van Telesur in dit verhaal.
Tegelijkertijd moet de overheid bedrijven die de SDG's opnemen in hun beleid en ook daadwerkelijk de noodzakelijke investeringen daarvoor plegen, ook belonen middels fiscale incentives. En tenslotte kan ik u mededelen dat de VSB heeft besloten om de toekenning van haar MVO-award vanaf 2022 te baseren op de principes van de SDG-doelstellingen. En met deze woorden wil ik dan dit seminar openen en alle deelnemers veel plezier toewensen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rente. Hele mooie toezegging vanuit de VSB om inderdaad haar leden ook te stimuleren om zich meer te gaan committeren aan de SDG's. En dat zal natuurlijk niet kunnen zonder een belangrijke rol van ICT. Vandaar ook de host van vanavond, hè, onze ICT-associatie. Daarom gaan we ook direct van start met de presentatie van de heer Den Dekker. Hij is bestuurslid van de ICT-associatie in Suriname. Ik wil heel even kort een biografie voorhouden van de heer Den Dekker voordat we hem het platform geven. Gerard Den Dekker is ingenieur op het gebied van land, water en milieubeheer en daarnaast doctorandus in de bedrijfskunde. Hij is sinds 2002 werkzaam bij UCC als directielid en voelt zich zeer betrokken bij de maatschappij. Zijn bestuursfunctie bij de ICT-associatie onderstreept dit ook. De invoering van de SDGs als ontwikkelingsdoel hebben zijn bijzondere interesse, met name de bijdrage die de private sector kan leveren aan de succesvolle implementatie hiervan. Mag ik u namens onze host, de ICT-associatie, uitnodigen om nu uw ogen en oren te spitsen op de presentatie van de heer Den Dekker. Meneer Den Dekker, gaat uw gang. Ja, dankjewel Odette voor deze introductie. Ik hoop en ik denk dat jullie me allemaal goed horen. Bedankt voor de gelegenheid geboden om de komende 10 tot 12 minuten enkele woorden tot jullie te richten. Ik zal het vanavond hebben over inderdaad de SDG's in relatie tot de private sector. Enerzijds en anderzijds de SDG's in relatie tot ICT en de ICT-sector. De webinarserie is getiteld Digital Inclusion for Sustainable Development. En daar gaat het vanavond uiteraard in mijn presentatie ook over. De presentatie is verdeeld in twee onderdelen. Allereerst kort wat over de bijdrage van die private sector. En het tweede deel staat in het teken van de bijdrage van ICT aan de SDG's. Goed. Ik ga niet veel vertellen over de SDG's, want ik neem aan dat iedereen wel weet wat de SDG's zijn. In mijn beleving zijn het 17 bouwstenen voor een duurzame, economische, sociale en ecologische ontwikkeling. 17 bouwstenen die in feite de basis vormen voor het land en de economie. De slogan is Leave No One Behind. Prachtig. En dat houdt in een inclusieve samenleving. Inclusief op het gebied van iedereen heeft recht op een huis. Iedereen heeft recht op uiteraard eten, gezondheid, onderwijs, gelijke kansen voor man en vrouw. En ga zo alle SDG's maar na. Inclusiviteit, dat is eigenlijk het sleutelwoord. En vanavond zullen we het hebben over die digitale inclusiviteit. Met name het recht op connectiviteit, het recht op internet en zaken daarmee betrekking hebbend. Goed, als we kijken naar de SDG's en de bijdrage van de private sector. Het behalen van die SDG's is niet uitsluitend een verantwoordelijkheid van de overheid. Dat wordt vaak gedacht. Het is iets van het land, het is iets van de regering, het is iets van de overheid, maar dat is niet waar. Er is een brede betrekking nodig van die maatschappij. Vooral vanuit die private sector. En ik wil u kort in drie delen een toelichting geven hoe in mijn beleving die koppeling gemaakt kan worden en in mijn beleving hoe die bijdrage geleverd zou kunnen worden. Allereerst schets ik een kader. Vervolgens presenteer ik een kort stappenplan. En daarnaast ga ik in op vier dimensies. Allereerst het kader. Als we kijken naar die Sustainable Development Goals, de Global Goals, dan zijn dat geen doelen van de wereld. Het zijn geen doelen van de United Nations. Nee, het zijn doelen uiteindelijk van ons allemaal. En dat tracht ik hier in dit plaatje aan u voor te houden. De Global Goals worden vertaald in de Country Goals. En zie hier ook het belang
van een goede branche- en sectororganisatie. Want die kan in het midden van dit plaatje een hele belangrijke rol spelen om uiteindelijk die doelen te vertalen naar de sector en na te gaan in welke mate de sector een bijdrage kan leveren aan het realiseren en behalen van de SDG's. Daarna de vertaalslag naar de company goals. En uiteindelijk hebben we natuurlijk ons human capital nodig om ook onze bedrijfsdoelingen doelstellingen te realiseren. Er is dus een interactie tussen de doelen van boven naar beneden, maar ook van beneden naar boven. En vanavond gaan we natuurlijk niet alle SDG's behandelen aan de hand van dit plaatje. Maar ik wil u wel uitdagen om voor uzelf na te gaan binnen uw organisatie in welke mate uw bedrijf, afgeleid dus nogmaals van de Sustainable Development Goals, een bijdrage kan leveren aan de verschillende SDG's. Dit plaatje ziet u een korte uitwerking van hoe SDG 3 van boven, zeg maar, naar beneden uitgewerkt kan worden. En zo zou je als bedrijf deze exercitie op basis van dit kader verder kunnen vormgeven. Dus dat is één, het kader waarin je de bedrijfsdoelstellingen zou kunnen plaatsen en kunnen koppelen aan de SDG's. Het tweede is een stappenplan. En ik heb het in het Engels verwoord, omdat dat allemaal met een A begint. Awareness, alignment, action en analyseren van de doelen. Awareness, het begint, en dat heeft Brian ook gezegd, met het uitleg geven over de SDG's binnen je organisatie. Zorg dat een kernteam in jouw organisatie tenminste weet wat de Sustainable Development Goals inhouden. Vervolgens ga je kijken in welke mate kan je de bedrijfsdoelen koppelen met de SDG's. Daar zometeen iets meer over. Vervolgens ga je een actieplan opstellen en nagaan hoe je de SDG's kan integreren en ook kan implementeren. Zie het vooral niet iets wat apart is, maar probeer het zoveel mogelijk te integreren in je totale beleidsplan en neem het ook mee en als onderdeel van je cyclus in je directierapportage. Die alignment, stap 2, wil ik kort toelichten met de volgende dimensies. Je kan de SDG's verbinden met je missie en visie en je kernwaarden. Vice versa. Want je kan ook jouw missie en visie en je kernwaarden laten inspireren door die Sustainable Development Goals. De 17 bouwstenen, zoals we eerder zeiden. Anderzijds kan je nagaan in welke mate jij vanuit jouw core business, je producten en diensten, een koppeling kan maken met de SDG's. Wij als bedrijf leveren dagelijks een bijdrage aan het installeren van infrastructuur op het gebied van data, telecommunicatie, energie. Wij dragen op onze manier dus indirect dan wel direct bij aan verschillende SDG's die te maken hebben met energie, nummer 7, infrastructuren, nummer 9, maar ook aan die connectiviteit die zo belangrijk is. Je zou de waardeketen, en Brian heeft dat ook gezegd in zijn inleiding, je zou in die waardeketen zelfs je leveranciers en je afnemers kunnen betrekken en kunnen nagaan in welke stappen van die waardeketen welke SDG's van belang zijn. Vervolgens, dat is nummer 4, en dat wordt in de wereld vaak gezien als de belangrijkste, maar ik heb het bewust gepresenteerd als nummer 4. Je kan de koppeling maken met je corporate social responsibility beleid en je duurzaamheidsbeleid en nagaan hoe je vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage kan leveren aan. Maar dat is slechts één van de 4 dimensies. Als we kijken naar een aantal grote bedrijven die actief zijn in de ICT-sector, dan zien we dat Microsoft een hele mooie uitwerking heeft gedaan. En we gaan het hele rapport niet behandelen, maar ze hebben prachtige rapporten geschreven. En ik kan alleen de inhoudsopgave even aan u laten zien. En dan zie je dat Microsoft ervoor gekozen heeft om de focus te leggen op 4 geselecteerde SDG's. Maar daarnaast beschrijven ze in het rapport ook hoe ze als bedrijf een bijdrage leveren aan alle SDG's. Dus ze maken een onderscheid. 1, een focus. En 2, ze matchen eigenlijk alle bedrijfsdoelstellingen aan, of de bedrijfsdoelingen aan alle SDG's. Dat is 1 voorbeeld. Ericsson doet het weer op een andere manier. Zij hebben gezegd, we pakken het
SDG 9 en 17 eruit. En daar gaan we op focussen. En we gaan laten zien dat onze bedrijfsdoelstellingen gekoppeld zijn aan die SDG's. Er zijn ook Surinaamse bedrijven, zoals Brein zei. En we gaan dit plaatje niet uitgebreid belichten. Maar UCC, onderdeel van de Vitali Group of Companies, heeft een eerste alignment of een eerste assessment gedaan. En heeft alle SDG's gekoppeld aan hun bedrijfsdoelstellingen. En naast UCC, Brein heeft het gezegd, zijn er diverse andere bedrijven in Suriname reeds bezig. En dat zal de komende tijd alleen maar toenemen, is de verwachting en de hoop. Dus de SDG's, in het midden staat een mannetje of een vrouwtje met een bril. En je kan die SDG's dus vanuit verschillende brillen bekijken. Je kan het bekijken vanuit de bril van innovatie, inspiratie en business development. Dus het is niet alleen ideeel, maar je kan zelfs vanuit een commerciële invalshoek gaan kijken naar die SDG's. En nagaan hoe kan ik vanuit mijn bedrijf een business ontwikkelen of mijn business bijstellen of uitbreiden om de SDG's helpen te realiseren. Dat zijn de commerciële doelstellingen. Maar daarnaast de ideële doelstellingen vanuit corporate social responsibility gedachten, maar ook vanuit rentmeesterschap. We zijn hier op de aarde om de aarde te beheren en uiteindelijk te onderhouden, maar ook goed over te dragen aan onze kinderen en kindskinderen. En ook als ondernemers en private sector kunnen we vanuit die bril van stewardship of rentmeesterschap in het Nederlands een bijdrage leveren aan die SDG's. En als je nog dieper gaat kijken naar die SDG's, dan kan je zelfs het woord existence eraan koppelen. Waarom besta je? Wat is je bestaansrecht als organisatie? Het antwoord kan je ook vinden in die SDG's. En ook de targets en de indicatoren die erbij horen. Want het gaat natuurlijk veel verder dan alleen die 17 SDG's. Dat was het eerste deel. Het tweede deel gaan we wat meer inzoomen op de bijdrage van de ICT-sector. Ik wil dat doen aan de hand van 3 onderwerpen. De Broadband Commission. Enkele voorbeelden noemen per SDG. En ik wil u enkele ICT gerelateerde targetindicatoren voorhouden. Het zou een avondvullend programma kunnen zijn om te vertellen over de Broadband Commission for Sustainable Development. Een commissie die is ingesteld of opgericht door de ITU en door de UNESCO. De toenmalige secretary-general Ban Ki-moon heeft dit geïnitieerd en die zag ICT eigenlijk als een middel of een vehikel om de toenmalige MDG's, de Millennium Development Goals, versneld tot ontwikkeling te brengen. Die commissie is daarvoor ingesteld door de ITU en de UNESCO. Er zijn 7 doelen. Doel 1, policy. Er wordt voorgeschreven in dat doel dat elk land een nationaal breedbandplan moet hebben om die connectiviteit dus versneld te ontwikkelen. 2, de betaalbaarheid, de connectivity, digitale skills, heel belangrijk in het onderwijs, vandaar ook de link met UNESCO. Digital finance, digital inclusion, met een stapje naar als basisvoorwaarde zou je kunnen zeggen voor die financial inclusion. Want wat zijn we zonder internet en connectiviteit als het gaat om financial inclusion? Connectiviteit voor midden- en kleinbedrijf en als een rode draad door deze doelen, gender equality. Nogmaals, ik ga verder niet op dit onderwerp in, maar het is een hele interessante commissie met hele interessante doelstellingen die een hele mooie bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. We kunnen helaas niet alle doelen vanavond behandelen. De vetgedrukte doelen wil ik kort even aan u voorhouden. Als we praten over no poverty, dan wordt gekoppeld aan no poverty het hebben van een bankrekening genoemd. En ik noemde het net al financial inclusion. De link met ICT is natuurlijk wat ik net zei. Digital inclusion als basis, als foundation voor die financial inclusion. Als we kijken naar 3 en 4, hele belangrijke, ook in relatie tot COVID, toch? En als we kijken hoe ICT, zeg maar die maatschappij, die economie kan helpen
te blijven bestaan, dan behoeft het denk ik geen verdere toelichting hoe belangrijk ICT is geworden voor de SDG 3 en zeker SDG 4. E-learning, weer die connectiviteit, maar ook de beschikbaarheid van devices. Afgelopen maandag bij de launch van Telezuur is het uitgebreid aan de orde gekomen. Digitale skills, niet alleen voor de studenten, maar ook zeker voor de docenten. En de verdere vormgeving van het ICT-onderwijs op lager, middelbaar en hoger niveau. We gaan snel verder. 5, 6, 7 en 8. Ik wil eigenlijk kort toelichten 7. Als we praten over digitale inclusiviteit, dan moet dat beginnen met energie-inclusiviteit. Want hoe kunnen we het binnenland ontwikkelen en hoe kunnen we het binnenland ontsluiten met connectiviteit als er geen energie beschikbaar is? Dus dat is een hele sterke correlatie die bestaat tussen SDG 7 en de ICT-sector. Maar ook heb ik hier genoemd GIS, de geografische informatiesystemen. In het beheer en het registreren van de infrastructuren die te maken hebben met water, met energie, maar ook met telecommunicatie en internet. Nummertje 8. Als onderdeel van 8 wordt genoemd in de indicatoren en de targets het diversificeren van de economie. En de ICT-sector is natuurlijk bij uitstek een sector met een enorme groeipotentie. Als we praten over call- en datacenter, outsourcing, e-commerce. Maar ook de nieuwe banen die ontstaan door het digitale tijdperk. Het thuiswerken in relatie tot digitalisering. En ook hier de relatie met COVID. Nummertje 9. Infrastructuren. Het behoeft geen toelichting dat de genoemde connectiviteit zeer sterk verbonden is met nummer 9. Maar ook weer de GIS-toepassingen. De IT Development Index is een index die jaarlijks door ITU wordt uitgegeven. Door omstandigheden is het de laatste jaren helaas niet gebeurd. Ik hoop dat dit jaar wel een nieuwe index wordt gepubliceerd. Want dan kan je ook zien waar sta je als land. In de ICT Development Index van 2017 stond Suriname op plaats nummer 88. En ik denk dat we een veel betere plaats verdienen, omdat de laatste jaren heel veel gebeurd is als we praten over connectiviteit. Nummertje 12, ook genoemd door Brian. En als we die koppelen aan ICT en we praten over e-waste, dan is ook reduce, reuse en recycle van toepassing op de ICT-sector. Climate action en climate change. Het modelleren. Waarschuwingssystemen. Kunstmatige intelligentie. Domotica. Etcetera, etcetera. Ik denk dat we van elke specifieke Sustainable Development Goal wel een presentatie kunnen verzorgen per avond. Vanavond is natuurlijk veel te kort om in de diepte te gaan. Maar ik wil u aanmoedigen om te gaan kijken hoe je op basis van de SDG's, maar ook de targets en de indicatoren die erbij horen, hoe je als bedrijf een bijdrage kan leveren, maar ook hoe wij als ICT-bedrijven ons kunnen laten inspireren en innovatie kunnen toepassen om business development toe te passen. Nummertje 16. EID. Heel belangrijk. Cybersecurity, maar ook data, statistieken. Je zou zelfs kunnen zeggen e-justice, want rechtszaken kunnen ook doorgaan of in dit digitale tijdperk. Nummertje 17, wat mij betreft had nummer 17 nummer 1 geweest, want partnership om die doelen te bereiken, dat is natuurlijk essentieel. En die is van toepassing op elke individuele Sustainable Development Goal. Ook hier zouden we veel meer over kunnen vertellen. Dat doen we vanavond niet. Maar de kern van nummer 17 is dat de verspreiding van ICT en de wereldwijde onderlinge verbondenheid ook weer een basisvoorwaarde is om die doelen te behalen. Er zijn een aantal, en we gaan ze niet opnoemen of oplezen, maar er zijn een aantal targets indicatoren die direct gekoppeld zijn aan ICT. Maar daarnaast hebben we gezien dat ICT
een bijdrage kan leveren aan het realiseren van alle SDG's. Maar deze wil ik toch even kort aan u laten zien, omdat deze allemaal direct, niet impliciet, maar heel expliciet gekoppeld zijn aan onze sector. Ik wil afsluiten met een aantal slotopmerkingen. We hebben gezien dat die digitale inclusiviteit heel belangrijk is. Betaalbaar, kwalitatief, betrouwbaar, snel en toegankelijk internet. Voor iedereen. Connectiviteit is nu prioriteit, maar het moet de basis worden. En als die connectiviteit voor iedereen beschikbaar is, moeten we nagaan en moeten we een visie ontwikkelen. Hoe kan die connectiviteit ingezet worden voor de verdere ontwikkeling van Suriname? We moeten kijken naar de content, de toepassingen, de Internet of Things, etc. etc. Dus nogmaals, de connectiviteit is een basis, als basis voor verdere ontwikkeling. In zeker 6 of 7 Sustainable Development Goals kom je geografische informatiesystemen tegen voor registratie en beheer. Dus het is belangrijk, denk ik, ook als land, om daarnaar te kijken, maar ook weer als bedrijven om te kijken hoe we hier business uit kunnen ontwikkelen. Het belang van ICT is significant. Het voorstel of het advies is om de e-government commissie, en e-gov is ook in deel 1 van deze serie aan het woord geweest, om het te transformeren naar een nog breder instituut. Ik noem het een ICT-directoraat. ICT versnelt en faciliteert die ontwikkeling. We hebben gezien, zeker ook in relatie tot COVID-19. Het advies is ook om onderzoek en wetenschappelijk onderzoek. We hebben vorige week ook mevrouw Venetiaan gehad van het ADEC, maar ook PTC, ook de minister van Onderwijs. Bevorder het onderzoek naar de relatie tussen ICT en SDG's. En hoe ICT een bijdrage kan leveren aan. We hebben het al een paar keer gezegd. De SDG's als inspiratie voor business development en innovatie. Want de SDG's zijn 17 bouwstenen voor ontwikkeling. En dat impliceert business. Dus niet alleen kijken vanuit het ideële. Maar ook vooral kijken vanuit het commerciële. Wat wij als ICT-sector kunnen doen. Ten slotte. Om die doelen te bereiken, en dat is ook al eerder gezegd, heb je een public-private partnership nodig. En het voorstel of het idee is om gezamenlijk met de belangrijkste stakeholders te komen tot een ICT Innovation Board. En dit is een eerste conceptplaatje met hierin verwerkt de belangrijkste stakeholders. En dit is geen doel op zich, maar dit is een middel om het groter doel te bewerkstelligen. Maar het is belangrijk om geen drempels te hebben tussen de belangrijkste stakeholders. Het is belangrijk om met enige regelmaat, structureel, met een vaste agenda, bij elkaar te komen en de belangrijkste onderwerpen, en zeker ook de bijdrage van de ICT-sector aan de ontwikkeling van Suriname, aan de SDG's, met elkaar te bespreken, actieplannen uit te zetten en ervoor te zorgen dat de ICT-sector volledig bewust, volledig aware en volledig betrokken is bij de internationale Sustainable Development Goals die ook door Suriname als een van de 193 landen geadopteerd en geaccepteerd zijn. Tot slot, ik denk dat het overduidelijk is, digital inclusion is een randvoorwaarde voor Sustainable Development. Ik dank u voor uw aandacht. Nou, dank u wel, meneer Den Dekker, voor die mooie presentatie. Ik denk dat als er bedrijven zijn die kijken, ze zeker geïnspireerd zullen raken. Omdat u heel pragmatisch heeft laten zien hoe dat op een hele simpele manier eigenlijk toch goed doordrongen in elke organisatie de SDG's meegenomen zouden kunnen worden. En wat we ze kunnen aangeven is als ze wat hulp nodig hebben om de SDG's door te voeren binnen hun eigen beleid, dat de ICT-associatie misschien wel in uw persoon of als collectief daar graag aan zou willen meedenken hoe het in de verschillende organisaties toegepast zou kunnen worden. Dank u wel. Ik heb zeker ook gekeken naar uw laatste slide, waarin
de partnerschap heel duidelijk naar voren gekomen is. En dat daar de rol van de overheid en de rol van de private sector enorm duidelijk is. Want als die twee niet gaan samenwerken met elkaar, dan zal het veel moeilijker zijn om de stappen te kunnen implementeren. Dus de Sustainable Development Goal nummer 17, die heeft zeker aandacht nodig als het gaat voor de implementatie van alles wat daarna moet volgen. Dank u wel nogmaals. Even aangeven dat als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de presentaties die er tot nu toe gegeven zijn, dan kunt u die alvast in de chat of in de Q&A mogelijkheid aan de onderkant van uw scherm plaatsen. En dan worden die na de presentaties besproken of behandeld, tot zover relevant. Dus houdt u rekening dat die optie er bestaat tot het einde van ons webinar. We zijn gekomen op het punt om onze volgende spreker aan u voor te stellen. Ik heb begrepen dat hij zichzelf voorstelt in zijn presentatie. Mag ik uitnodigen de CEO van Telesuur, de heer Mike Antonius, om als volgende spreker op te treden. Meneer Antonius, goedenavond, welkom erbij. Ik heb begrepen dat u wat assistentie krijgt bij het share van uw presentatie. Transformation to Digital Partner. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hartelijk dank, mevrouw Miranda. En hoop dat ik goed te verstaan ben. In eerste instantie wil ik de ICT-associatie complimenteren met zeg maar, de enorme vooruitgang die ik de afgelopen periode bij ze constateer. En het doet ons allemaal goed. Goed, wij hebben vanuit Telesuur in het kader van ons strategisch plan 2021-2025 hebben wij met name veel meer focus gehad op digital transformation. En er is een heleboel hierover in het verleden gesproken. Beginnen met mezelf, als het gaat om een korte bio. Ik ben Mike Antonius, ik ben 48 jaar, een jaar jong. Ik ben daarnaast begonnen bij Telesuur in 1995 als purchasing officer. En ik heb mijn carrière doorlopen tot CEO bij Telesuur. Eerst als acting CEO en daarna als CEO vanaf juni 2018. Daarnaast ben ik binnen de Kanto ook actief. En ik ben binnen de Kanto actief als vice chairman sinds 2019. Ik heb een life slogan en dat is iets dat ik van mijn vader heb overgenomen. Iets dat hem heel dierbaar was en waarvan ik heel veel waarde in gezien heb. En dat is succes comes to a well-prepared mind. Je komt deze quote ook wel tegen als luck comes to the well-prepared mind. Beide vormen kan je tegenkomen. In ieder geval wat hierin centraal staat is preparation. And how do we prepare as individuals? And how do we prepare as a community? Hou dit even vast, want ik zal hier later in mijn presentatie ook wel weer even op terugkomen. Next slide, please. Wat zal ik hiervan zeggen? Het is een beetje mijn paradepaardje geworden. Ik heb in de Kanto hierover gesproken. Ik heb afgelopen maandag bij de launch van Free Data, de Free Data Service die we aanbieden, hierover gesproken. En ik denk dat ik er vanavond toch wel ook wel, niet kan het niet nalaten om het weer hier even over te hebben. Momenteel, we bevinden ons in de versie 4.0 van de industriële revolutie. Er zijn een aantal versies al vooraf gegaan. Een aantal zijn jullie zeker bekend, dus ik zal niet in herhaling treden om te praten over de 1.0 en de 2.0 versie. Maar om het in perspectief te brengen, staat die wel even daar. Wat constateren we als het gaat om de industriële revoluties, met name bij eigenlijk al vanaf de tweede industriële revolutie, dan zie je al dat men praat over een technological revolution, het moment elektriciteit en radio uitvindingen plaatsvinden. Het ontwikkelt zich verder als we kijken naar de development van computer science. En rond de jaren 50. En als we kijken naar waar we vandaag aan de dag zijn, dan heeft het veel en al te maken met smart technology. Smart technology en machine to machine.
kijken we daarbij naar hoe is de progress geweest in Suriname? Hoe hebben we deelgenomen aan al deze ontwikkelingen? Dan denk ik toch wel dat we hierin niet altijd even actief in zijn geweest, als ik het zo mag verwoorden. En ik probeer daarin een beetje diplomatisch te zijn. Ik herinner me van de jaren 90 met name, toen de term globalisatie zo populair was en haast iedere politieke leider had het erover en probeerde ons daarvan bewust te maken. En op een gegeven moment tot vervelend toe. Maar als ik terugkijk en terugdenk aan die periode en ik projecteer van oké, wat hebben we allemaal gedaan en waar gaat het eigenlijk over, dan zien we inderdaad een wereld die zich aan het globaliseren is geweest. Maar daarnaast de rol van digitalisering daarin, waardoor zeg maar die globalisering kan plaatsvinden. Kijk ik daarnaast naar wat hebben we in Suriname gedaan met een stuk digitalisering, dan denk ik dat we toch wel wat achterstanden hebben. En die achterstanden, daar is er ook een term voor. Toch? We praten dan over de digitale kloof of de digital divide. En die achterstanden hebben we niet alleen in Suriname, maar als je ons land vergelijkt met name de ontwikkelde landen, en niet alleen ons land, de ontwikkelingslanden vergelijkt met de ontwikkelde landen, dan zie je daar al weer de digitale kloof. Dus als het gaat om een stuk preparation, dan merken we al dat als het om de voorbereidingen gaat, zijn wij nog erg gebleven in dat analoge. Als je kijkt naar onze economie, we praten steeds over, Suriname is een cash culture. We have a cash culture. Maar we hebben ook niet echt een heleboel stappen ondernomen om daar verandering in te brengen. En vandaag aan de dag, wanneer we kijken naar when COVID hits us, dan zien we wel dat het een positieve kant heeft, want er wordt een enorme druk nu gelegd om met name daar meer aandacht aan te gaan schenken. Next slide, please. Ik wil het in deze slide hier even hebben over wat voor ontwikkelingen wij hebben meegemaakt als het gaat om broadband connectivity binnen Telesuur. En dan valt het dan met name op in deze slide dat wij even projecteren de afgelopen 10 jaar ongeveer. Dan merk je de groei. Je merkt de groei en die groei komt natuurlijk door 2 aspecten. Ik bedoel, in de periode 2008 betaalde je al gauw $39 voor een 2 MB internetverbinding. En als je kijkt naar wat het vandaag aan de dag is, dan praat je al gauw over $10, want onze goedkoopste verbinding is 200 SAD voor een up to 5 MB verbinding. En de naast hoogste 10 MB voor, daar betaal je al gauw omgerekend $17.50 voor pakweg 350 SAD. Dus je ziet met name een enorme groei die we de afgelopen periode hebben. We zijn natuurlijk vanaf 2016-17 bijzonder actief geweest op de toename van broadband. En ik zal straks daar ook even het een en ander over uitweiden waar een, dat aan gelegen heeft. Next slide, alsjeblieft. Binnen Telesuur hebben wij rond de implementatie van het Telesuur Nationaal Breedband Project eigenlijk zoiets gehad van er moeten het binnen een kader plaatsen. We kunnen niet gewoon breedband gaan leveren en daarbij in principe gewoon alleen focussen op connectivity leveren aan mensen, zodat ze op social media actief kunnen zijn. Niets tegen social media. Maar waar het dan wel om gaat is, wat kan de added value ervan zijn voor our community en our society? En sinds 2017 praat ik bijna, zo gauw ik een spreekbeurt ergens krijg, in principe alleen over deze slide. De e-Suriname visie. Wij hebben dit opgepikt en eigenlijk gaat het erom, wat kunnen we doen om onze digitale toekomst veilig te stellen?
In het begin toen ik erover sprak, had ik vaak de indruk dat ik niet echt goed aankwam met mijn boodschap. Of overkwam met mijn boodschap. Maar het heeft allemaal te maken met de digitale kloof die wij hebben als land ten opzichte van de ontwikkelde landen. En welke stappen moeten we daarin verder gaan ondernemen? En binnen deze slide, dan als je naar het midden kijkt, geel en blauw en het logo van Telesuur, dan zie je dat wij onszelf daarin de rol toebedelen als e-enabler en door middel van de high-speed broadband services. En als gevolg daarvan, op het moment we in staat zijn om de high-speed broadband services te leveren, dan ontstaat er een spin-off effect. Een spin-off effect met allerlei e-services. E-services waarvan, als je mij vraagt, een van de belangrijkste daarin een e-payment solution is. E-payment solutions waarbij we in principe tot het moment toen we hiermee begonnen, er nog niet eens echt eentje was. En omdat er niet één was, hadden we zoiets van, gaan we wachten tot er één komt of gaan we ergens in participeren? Straks wil ik daar verder op inspelen. Maar in feite komt het erop neer dat je je elke service kan voorstellen en daar een i voor plaatsen en je creëert een e-service. Toen de tijd hadden we ook erg veel focus op e-education, e-health, maar we merkten met name ook dat het niet echt iets is waar wij als telecom operator in kunnen participeren. Het zijn andere sectoren, andere instanties die daar een voortrekkersrol in moeten vervullen. In dit kader hebben wij dus in enkele geparticipeerd en in dat namelijk een safe city solution, om ervoor te zorgen dat met name veiligheidsaspect binnen onze samenleving kan verbeteren. We hebben verder geparticipeerd in een e-payment solution en ook in een e-health solution, waar ik later ook wel wat meer over zal vertellen. Uiteindelijk komt het erop neer dat door de implementatie van het Telesuur Nationaal Breedband Project er allerlei opportunities ontstaan waarvan of ondernemers of individuen, entrepreneurs, kunnen participeren in e-services. En deze e-services, als je dan naar de rechterkant van de slide kijkt, die moeten bijdragen to enrich our lives. En to enrich our lives kan je met name ook gaan relateren aan aspecten die voorkomen in de Sustainable Development Goals. Dus dit is allemaal ontwikkeld zonder helemaal stil te staan bij al die development goals. Maar wij vonden wel dat het belangrijk is om niet gewoon het Telesuur Nationaal Breedband Project te ontwikkelen, maar direct de spin-off ervan in kaart te brengen. Dus we hebben in ieder geval het traject afgerond van het project. Daarbij zijn er een aantal zaken die voort zijn gekomen eruit, waar we nader op in moeten gaan, zodat we inderdaad de service daar waar het nog niet optimaal is, verder kunnen optimaliseren. De broadband service hebben we niet alleen geleverd in het kader van de fixed line services, maar we zijn verder gegaan dan dat. Wij hebben onze 4G LTE service naar een next level gebracht, waarbij we op dit moment al op piekmomenten download speeds halen van pakweg 30 tot 40 mbps. We zijn verder gegaan en hebben gezegd van rekening houden met wat de toekomst brengt, wordt IoT steeds belangrijker. Je ziet Internet of Things ook op deze slide staan. Smart homes, Internet of Things, smart grid en smart buildings. Om dat allemaal te faciliteren heb je wel de infrastructuur ervoor nodig. En nu is het zo dat 5G is de eerste mobile generation standaard die ontwikkeld is, die niet alleen is afgestemd op het communiceren van mensen met mensen, maar mensen met apparaten en die dimensie is daarin ook in meegekomen. Dus we hebben daarin een belangrijke standaard gelegd voor de toekomst. Next slide, alsjeblieft.
Goed, wij hebben in het kader dus van ons nieuw strategisch plan een beetje een focus gehad van hey, als wij met name meer nadruk willen gaan leggen op de e-Suriname visie, dan moeten wij met name ook kijken naar hoe functioneren we nu en hoe willen we naar de toekomst toe gaan functioneren. En daarin is daar ook een transformatie in belangrijk. Kijken we naar wat onze vorige visie is geweest, dan was het meer Remain the Leader of Communications Development of Suriname en de old mission Facilitate Communication Through Innovative Market-Based Solutions met als corporate values Customer-Driven, Innovative, Working Together and Total Result. We willen met name transformeren van die classic operator to a digital partner. Een digital partner, het woord partner geeft al een andere dimensie aan, waarbij wij eigenlijk closer willen, dichtbij van onze partners willen zijn, van degene aan wie we services leveren, en dat we daarin een diepgaandere relatie in willen ontwikkelen. Tegen die achtergrond hebben wij als nieuwe visie ontwikkeld. We are the trusted digital communications partner and provide our stakeholders with the best experience possible to enable their growth while caring for our environment. En met name de nieuwe missie die we daarin ontwikkeld hebben. We are passionate about enriching lives by engaging with our customers and partners to provide high quality innovative communication services. We hebben daarmee een aantal van de corporate values behouden en een aantal daarin aangepast. We deliver on our promises by being passionate, customer-driven, trustworthy, innovative, and by working together. Nu zijn het allemaal mooie woorden. Belangrijk is nu, hoe gaan wij als company deze mooie woorden in de praktijk brengen? En daarin hebben wij ook een aantal gaps geconstateerd. Toch? We hebben een aantal gaps geconstateerd waar we met name improvement in nodig hebben. En de main improvement waar zeg maar, ik als CEO de focus in heb op dit moment, is onze service delivery en onze service recovery. In dit traject dat we ontwikkeld hebben, was nog eigenlijk in de pre-COVID periode. Service delivery en service recovery is eigenlijk iets dat we al een hele tijd als company mee struggelen. Maar we zijn nu de stappen aan het zetten waarin we met name gebruik maken van de Six Sigma methodes om daarin improvement in te gaan creëren. Je moet nagaan, voordat in de before COVID periode hadden wij al uitdagingen hiermee en waren wat stappen aan het zetten, onvoldoende als je mij vraagt. Maar in de periode nu met COVID merken we dat de immediacy van klanten is nog meer toegenomen. Als het ware kan je zeggen dat de hele economie van ons op dit moment aan een zijde draadje hangt, dat we noemen de internetverbinding. We moeten niet alleen maar communiceren met elkaar op afstand. Op dit moment doen we haast alles op afstand. Zaken doen op afstand heeft een next dimensie gekregen. We volgen les op afstand. We geven les op afstand. Er zijn zoveel e-services erbij gekomen, als je dat vorige plaatje nog even kan herinneren, die met name daarin staan, smart retail, maar ook een overige, die van de grond zijn gekomen als gevolg van COVID-19. En allemaal in een next level. Kijken we dus nu even terug naar de Sustainable Development Goals, dan zie je van, belangrijk daarin om hier aan deze 17 goals invulling te geven, is met name ook geweest de Telesu Nationaal Breedband Project. We hadden die upgrade nodig, toch? Want anders kan je onvoldoende dat verder faciliteren. Daarnaast hebben wij een aantal andere projecten ondernomen. We hebben onze mobile access, mobile coverage, hebben we verder expanded tot in het verre binnenland. We hebben daarin ook digitale tv in meegenomen. Onze support van je education, e-education, heeft u ook afgelopen maandag mogen meemaken. Als het gaat om de free data service. Het is iets dat ons als company geld kost. Laten we dat voorop stellen. Het kost ons geld. We doen het vanwege met name
op dit moment, het is hard nodig. De digitale kloof is alleen maar groter aan het worden. En daarin zijn er een aantal challenges wanneer die digitale kloof groter wordt. De access to devices, die worden alleen maar, doordat er verarming plaatsvindt in onze samenleving, wordt het alleen maar moeilijker om access te hebben toe mobile devices. We merken in het name het afstandsonderwijs dat een van de devices die het meest gebruikt wordt door leraren en leerlingen is de mobiele telefoon. Gaat die stuk, is die moeilijk voor vele huishoudens om aan te schaffen. We hebben in ieder geval vanuit onze kant een bijdrage hierin geleverd door een free data service te bieden waar er met name veel focus is op de websites van verschillende opleidingen in Suriname. Daarnaast hebben we meegenomen een aantal sites waar studenten veel aan gaan om informatie op te zoeken. Maar met name waar we heel veel nadruk op leggen is de Moodle site, omdat Moodle internationaal gebruikt wordt voor education purposes. En daarnaast heeft hij een videoconference possibility. Dus we support education by doing that. Enabling e-payment. Wij als Telesuur participeren in een NV genaamd Unified Payment Platform Suriname, waar het product in zit van Unified Pay Plus. Om onze digitale economie te versterken, participeren we erin. Wij geloven dat in het kader van de e-Suriname visie e-payment heel belangrijk is en in principe die je de motor kan noemen om dat ecosysteem tot ontwikkeling te brengen. Zo gauw je ook e-payments hebt, betekent het, je kan ook voor de services, overige services betalen. We participeren binnen deze NV. We hebben hem tegenwoordig ook nog available als binnen het Free Data platform, waardoor je in de winkel kan zijn en van Free Data service gebruik kan maken en je betalingen kan verrichten. Het is een belangrijke impuls voor het verder versterken van onze digitale economie. We zijn daarin ook nog een enabler van e-services. Er zijn verschillen die we in dit in opzicht doen. Ik zal deze nu even skippen en naar de next slide gaan. Ik vertelde net al even over het Telesuur Nationaal Breedbandproject. Dat hebben we uitgevoerd in de periode 2017 tot 2019. Een project dat wij dat een aardig wat heeft gekost, maar ook heel veel energie van ons in is gaan zitten, van vele van mijn teams, maar ook van onze contractors, die hierin een belangrijke bijdrage in hebben geleverd. We zijn er nog niet. We hebben wel, zeg maar, in de vele gebieden fiber aangelegd, maar onze focus met name vorig jaar was geweest de last mile optimization. En als ik het daarover heb, dan focus ik meer op de vele grijze kasten langs de wegen die u ziet sinds we dit project hebben geïmplementeerd. En in principe, die grijze kasten, die hebben de technologie, de intelligentie van zeg maar die grote gele centrales. Dus waar we vroeger een aantal van die grote gele centrales hadden, hebben we nu 300 zoveel van die grijze kasten langs de wegen. Waar met de last mile optimization over gaat, is optimaliseren dat deel van de koper, deel van koper vanaf die grijze kast naar de huishoudens. Koper, hoe het ook keert of draait, is een 30, 40 jaar terug aangelegd, dus hij moet geoptimaliseerd worden. We hebben fiber aangelegd, niet als, met als doel om 10 en 20 MB te leveren, zoals we dat op dit moment doen, maar om naar veel hogere speeds te gaan. Een beperking die we daarin op dit moment hebben, zijn de modems, de ADSL-modems. ADSL staat voor asymmetrische digital subscriber line. Het geeft met name weer dat de downloadsnelheden hoger zijn dan de uploadsnelheden. Kijken we naar de toepassingen van vandaag in deze COVID-periode, dan merken we dat er nog meer belangstelling is voor de uploadsnelheid. Want met name als je les moet volgen, heb je ook je uploadsnelheid nodig. Of zoals ik nu in dit seminar participeer met de video aan, heb ik meer uploadsnelheid nodig. Dus we moeten al deze ADSL-modems moeten we op den duur zien te vervangen.
Om al deze ADSL-modems te vervangen, daar is er een kost aan verbonden van bijkans $5 miljoen. Dus het is onderdeel van de last mile optimization en het is heel belangrijk om te doen, willen we naar een next step gaan als het gaat om broadband leveren naar onze klanten. Daarbij moet ik ook wel benoemen dat om zo'n doel te bereiken en dat het absoluut gerelateerd is aan de Sustainable Development Goals, dat de pandemie waarin we nu in zitten, een aantal zaken daarbij niet echt aan bijdraagt. Want modems kopen, we merken dat die haast elke week duurder worden. Waar een modem vroeger $85 kostte, er is een enorme vraag ontstaan de laatste tijd in de wereld. Modems zitten nu al gewoon $15 duurder, want allerlei chips die daarin nu nodig zijn, die worden de prijzen van verhoogd. Next slide, alsjeblieft. Ik heb het eerder gehad over mobile access en digitale tv. We hebben er 21 sites in het binnenland verder aangelegd, waar we digitale tv hebben, mobile broadband en mobile voice. Het gaat er met name om dat dit gaat om gebieden tot aan de zuidgrens met Brazilië. Er zijn nog een paar die we in de planning hebben, maar vanwege zeg maar niet altijd beschikbaar kunnen zijn van de vluchten naar het binnenland in deze COVID-periode, hebben we daar een vertraging in. Het is nog altijd in de planning om zeg maar daar verder aandacht aan te gaan schenken. We hebben voor de rest 80 sites in de interior voor mobile access, voice en data. We hebben in de afgelopen jaren veel meer aandacht daaraan geschonken. Het was een aspect waar minder aandacht bij ons genoten in het verleden. But we have picked it up. En dat kan je zeker ook wel gaan relateren aan de Sustainable Development Goals. Next slide, alsjeblieft. De education part waar ik het net over heb gehad. Astuka Mustuka, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar op dit moment, als de jeugd geen digitale mogelijkheden heeft, dan denk ik dat we daar een aantal beperkingen aan het creëren zijn voor hun toekomst. Dus we spelen daar ook wel op in. Ik noemde al eerder het sociaal pakket dat we hebben voor 200 SRD voor een 5 Mbps verbinding. En daarnaast de free data service die we op dit moment bieden, waardoor wij in ieder geval van onze kant hier een bijdrage in leveren dat studenten zich verder kunnen ontwikkelen. En dit is dan ook onze bijdrage om de digitale toekomst van onze jeugd veilig te stellen. Next slide alsjeblieft. De vorige, ik heb het eerder gehad over Uni5P+. We hebben hierin binnen de app de mogelijkheden ontwikkeld om betalingen te doen voor de elektriciteitsrekening, betalingen te doen voor SWM en de telefoonrekeningen van Telesuur. Daarnaast hebben wij ook nog de mogelijkheden voor mobile top-up van zowel Telesuur als Digicel, waardoor men niet uit huis hoeft om dit soort zaken te betalen. Je kan het gewoon vanuit de app doen en vanuit de app zorgen wij ervoor dat je 1. De afstand kan bewaren. Je hoeft niet in lange rijen te staan. We creëren een zodanig gemak dat je in principe van huis uit, vanuit je luie bank, alles verder kan verrichten. Een e-health service waarin we hebben geparticipeerd is Snakebite. Een e-health service is, we hebben hierin geparticipeerd omdat wij dachten dat het goed zou zijn ook als het gaat om een stuk CSR van ons. Hierin hebben we geparticipeerd en dit initiatief ondersteund. En het komt met name ook neer op, mocht iets je overkomen in het binnenland waarbij je een slangenbeet mee getroffen raakt, wat te doen en dat je met name de eerste hulp hierbij zo gauw als mogelijk kan inschakelen en de juiste handelingen kan verrichten, zodat op dit kritieke moment daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Ik ben dan gekomen aan het einde van mijn presentatie. Ik wil wel even benoemen dat wij dit jaar ons 40-jarig bestaan vieren. Ons 40-jarig bestaan opgericht op 1 januari 81. En dit is een jubileumjaar voor ons. Normaliter zouden wij dat zeker groots hebben gevierd. Maar vanwege met name de COVID-protocollen doen we dat zeer aangepast. Ook de economische situatie maakt ernaar dat je niet aladol geld hierbij gaat uitgeven en toch wel kijkt naar wat
hier heel belangrijk in is. Onze focus is dus samen met onze partners alles eraan doen om de digitale toekomst van ons land, van onze jeugd veilig te stellen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Antonius. Heel erg duidelijk over de rol die er voor Telesur weggelegd is in de toekomst. Alhoewel, de toekomst die nu gaande is, eerder is begonnen, nu gaande is en stevig nog door zal gaan. En hoe langer het duurt, er meer aanspraak gemaakt zou moeten worden op de diensten van Telesur om ons digital te includen, om het maar even binnen het thema van ons webinar te houden. Goed, dames en heren, we hebben onze laatste spreker voordat we overgaan naar de Q&A-ronde. En dat is namelijk meneer Hank Stockbroeks. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Hij is op dit moment aan de andere kant van de wereld, namelijk in China, waar het om 7:30 de volgende ochtend is. Meneer Hank is de vicepresident van Huawei Enterprise. Meneer Hank, bent u al in de meeting aanwezig? Even kijken als hij me goed hoort. Nog geen reactie. Oké, ik kijk even naar... Odette, mag ik inkomen? Ja. Mij in de war? We hebben nu eerst Malti, toch? We gingen eerst naar Malti, hè? Ja, je, inderdaad, je hebt gelijk. Ja, Hank, ik ben in de war gebracht omdat er een berichtje binnenkwam dat Hank al in de meeting zat. Neemt u mij niet kwalijk, dat is mijn fout geweest. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Inderdaad, mevrouw Malti Dwarka, ik wil u niet overslaan, hoor. Zeker niet. Hoort u mij? Ja. Zij in de meeting? In de meeting. Oké, goedenavond mevrouw Dwarkasin. Mijn verontschuldigingen. Was u zeker niet de bedoeling om u over te slaan? Met uw toestemming zal ik u nu introduceren. Malti Dwarkasin studeerde economie aan de Anton de Kom Universiteit en heeft daarna enkele technische diploma-opleidingen afgerond op het gebied van Developing Planning Techniek in Nederland en ontwikkeling en management van Small and Medium Enterprises in Israël. Zij was stafmedewerker op het Planbureau en bij het Bureau voor de Staatsschuld. Thans is zij de directeur van de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven. Goedenavond, mevrouw Dwarkasin. Dankjewel. Welkom erbij. En u heeft nu de gelegenheid om uw presentatie op te starten. Ja. En we kijken uit naar uw bijdrage. Oké, dankjewel Odette. Ik wil u ook dankzeggen dat ik mijn presentatie mag houden. Dat ik deel mag zijn van dit seminar. Ik denk dat we de afgelopen periodes, afgelopen weken, hele interessante presentaties hebben gehad. En ook vandaag, de eerste twee presentaties, ik was erg onder de indruk. Maar ik wil praten over de SDGs en de private sector. Wat is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven? En dan wil ik dan starten met natuurlijk de 17 goals die we al eerder hebben gezien. En als ik naar de 17 goals kijk, de SDGs, dan zie ik geen 17 op, goals die op zichzelf staan. Er is gewoon heel veel interactie tussen de goals. En er zijn heel veel raakvlakken met ondernemerschap, met productie. Het bestrijden van armoede is natuurlijk ook van belang voor ondernemers, voor het bedrijfsleven. Want als er geen armoede is, of als er veel minder armoede is, dan zal ook de koopkracht toenemen. Dan zullen ook ondernemers het goed hebben. Dus als je kijkt naar de verschillende SDGs, zie je allemaal dus weer een wisselwerking en de link met het bedrijfsleven. En ik ben van de VSB en ik moet zeggen dat wij de grootste bedrijfslevenorganisatie zijn van Suriname, ook de grootste werkgeversorganisatie. We hebben binnen ons ledenbestand meer dan 210 bedrijven. En de bedrijven variëren van grootte. We hebben zowel de
de middelkleine bedrijven, maar we hebben ook de hele grote bedrijven binnen ons ledenbestand. En in het verleden hebben we ons ook vooral bezig gehouden met de SDGs. En ons focus was voornamelijk in het verleden, een van onze focuspunten, wanneer het gaat om SDGs, was op het gebied van corporate social responsibility. En we hebben dus getracht om corporate social responsibility uit te dragen onder onze leden. In de afgelopen jaren vooral was het sterk de focus. En dit hebben we gedaan door het organiseren van CSR Award events. Waarbij we elk jaar een award hebben uitgegeven aan bedrijven die zich hebben gericht op corporate social responsibility. Die daarin ook hebben getoond. En om te zeggen, de laatste dat we hebben georganiseerd was in 2018. We zouden in 2020 het afgelopen jaar het wat groter doen. Want in het afgelopen jaar was de VSB 70 jaar oud. Maar helaas vanwege COVID moesten we dat stopzetten. En we kijken dus wanneer we dat weer gaan oppakken. Misschien in een ander format. Wanneer we praten over corporate social responsibility, dan kijken we naar een aantal criteria. En de criteria zijn gebaseerd op de richtlijnen van ISO 26000. En dan kijken we dus naar een aantal criteria, zoals te weten, wanneer we kijken naar het bestuur van het bedrijf, kijken we naar, is het bedrijf, hoe gaat het bedrijf om met verantwoording afleggen van alle handelingen binnen zo'n organisatie? Hoe transparant is het bedrijf? Hoe gaat het bedrijf om met ethisch gedrag? Elkaar op een eerlijke manier te behandelen. Hoe gaat het bedrijf om met respect hebben voor alle stakeholders waarmee de organisatie betrokken is? Hoe gaat het bedrijf om met respect voor recht en gerechtigheid, voor internationale gedragsnormen, voor respect voor mensenrechten? En bij de laatste CSR Awards event hebben we ook het accent gelegd op hoe gaat het bedrijf om met de accommodatie van mensen met een beperking. En aan de hand van deze focuspunten willen we de bedrijven dan ook stimuleren om hun corporate social responsibility goed uit te dragen. Wanneer we denken aan corporate social responsibility, dan zijn vooral de promotie, de thema's die we willen promoten, is goed bestuur. Goed bestuur binnen het bedrijf, transparantie van de besluitvormingsprocessen. En dat de besluitvormingsprocessen dan ook echt daadwerkelijk rekening houden met het belang van de organisatie, iedereen binnen de organisatie, maar ook de stakeholders die verbonden zijn daarbij. Het uitdragen van mensenrechten, en we denken daarbij ook aan gelijkheidsbeginsel binnen bedrijven, dat genderbeleid, gelijke kansen voor ieder, mensen met verschillende religie, politieke affiliatie, al dat soort zaken, dat er gelijkheidsbeginsel wordt uitgedragen op de werkvloer. Ook wanneer we denken aan CSR, denken we ook aan arbeidspraktijken. En dat is health and safety binnen het bedrijf, waar mensen moeten arbeiden, dat dat in acht wordt genomen. We kijken naar milieuzaken, hoe gaat het bedrijf om met afval. En vooral in deze tijd van dat we echt dat we duurzaam moeten omgaan met ons milieu. Hoe gaat het bedrijf om met zo min mogelijk papier te gebruiken? Eerlijk zaken doen spreekt voor zichzelf. Bij consumentenaangelegenheden, de producten die men maakt, zijn de gezondheidsissues van de producten in acht genomen, wanneer het gaat om de verpakking van producten, maar ook zijn alle inputs die men gebruikt om een product te maken, goed vermeld op de verpakking, zodat de consument weet wat hij tot zich neemt. En dat zijn ook een van de onderdelen van corporate social responsibility. En ook wat ook heel erg belangrijk is de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven. Dat bedrijven zich niet alleen maar bezighouden met het maken van goederen en winst maken, maar dat ze ook betrokken zijn bij sociale issues binnen de samenleving, zaken stimuleren als genderbeleid. Maar dat ze ook bijvoorbeeld bedrijven sponsoringen kunnen doen om een school te renoveren, om een bijdrage te leveren om
jeugdige jongeren die vroegtijdig van school zijn gegaan, een gelegenheid te bieden om binnen hun bedrijf een vak te leren. Maar ook vooral, waarop wij ook de laatste tijd het accent leggen, is om mensen met een beperking de gelegenheid te bieden om in het productieproces te worden opgenomen. Dus dat is het raamwerk van Corporate Social Responsibility, de VSB. Zeker in de afgelopen jaren en steeds nog steeds uitdragen binnen haar leden, maar ook bij het totale bedrijfsleven. Een ander punt dat ook heel erg van belang is, waarop wij ook het accent leggen, en dat is ook een van de doelstellingen van de SDGs, is decent work. Decent work and economic growth. En de VSB stimuleert ook dat. En we zijn dan ook vertegenwoordigd in het Nationaal Monitoringscomité, het Tripartite Monitoringscomité, waarin de VSB ook participeert. En Nationaal Decent Work Programma, waarin dus de overheid, bedrijfsleven en vakbond zitten, is gericht op sociale, economische en milieuprogramma's en hoe de wetgeving daarop afgestemd moet zijn, maar ook hoe je dat moet monitoren. Dus je hebt data nodig, je moet informatiesystemen opzetten om dus zo de SDGs ook te kunnen monitoren, en zeker op het gebied van decent work in Suriname. Dus dat is ook een onderdeel van de SDGs waarvoor het bedrijfsleven de afgelopen jaren, de afgelopen tijden, haar krachten heeft gegeven en nog steeds dat doet. Waar we zeker achter staan is inclusiviteit, inclusiveness. En een hele catching phrase bij SDGs is leave no one behind. En dat wil zeggen inclusiveness. De afgelopen jaren heeft de VSB zich ook hard gemaakt om mensen met een beperking in het productieproces op te nemen. En dit heeft zij gedaan door een alliantie op te richten samen met de instituten die werken met mensen met een beperking, samen met het ministerie van Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken, waarbij ook de UNDP daar een bijdrage heeft geleverd om dit op te zetten en het ook verder te begeleiden en te ondersteunen. Een van de activiteiten waarmee we thans bezig zijn binnen deze alliantie is binnen het Basic Need Trust Fund subproject. En dat subproject gaat over het stimuleren van mensen met een beperking in ondernemerschap. En we zijn eigenlijk aan de vooravond om dit project uit te voeren met fondsen van de Caribbean Development Bank. En deze eerste fase van dit project gaat 5 maanden duren, waarbij de VSB samen met met de leden van de alliantie trainingen gaat verzorgen aan mensen met een beperking. Ze een vak gaat leren en degene die ondernemers zijn, om die leden verder te coachen om hun onderneming verder op te zetten. Dus dat valt allemaal onder de noemer van inclusiveness, inclusiviteit binnen de SDGs. Waarvan we ook zeker voorstander zijn en wat we ook zeker stimuleren is financial inclusiveness. De twee andere sprekers hebben het al over gehad. We zien duidelijk in het tijdperk van COVID, en ik hoop dat dit gauw achter de rug mag zijn, deze periode, dat generale betalingen, die cash economy, die steeds geminimaliseerd moet worden, generale betalingen zijn dus steeds meer wenselijk. En je kan ze ook makkelijker tracen. Je kan ook weten waar het geld vandaan is. Het is zeker aan te bevelen. En we gaan allemaal daar naartoe. Dat is de richting waar de financiële sector naartoe gaat. En dat wil zeggen dat mensen, iedereen in het systeem, in het financieel systeem moet worden opgenomen. En dat wil zeggen dat ieder een bankrekening moet hebben. En ik weet zeker dat de bankwezen in Suriname samen met de overheid ook kijkt naar oplossingsmodellen, hoe de mensen die geen bankrekening hebben bij de tuin ook in het systeem kunnen worden opgenomen. Samen met de overheid, samen met sociale zaken is het bankwezen nu bezig om te kijken hoe de mensen die een sociale vergoeding krijgen van het ministerie van Sociale Zaken, hoe zij dan ook kunnen worden opgenomen binnen het bankwezen. Zodat ook die financial inclusiveness steeds meer aan de orde komt en steeds meer verder wordt uitgedragen binnen onze samenleving.
En natuurlijk niet te vergeten, last but zeker not least, digital inclusiveness. Kijken we naar de 19e SDG goal van industrial innovation and infrastructure, dan zie ik dat digital inclusiveness daarbij een voorname rol speelt. We kunnen niet denken aan innovatie binnen het productieproces, maar ook binnen dienstverlening zonder digitalisering. En we leven in een wereld die steeds meer digital gaat. En dat wil zeggen dus dat iedereen in het proces moet worden meegenomen. En in de vorige webinar was er gesproken over het onderwijsproces. Maar ook bij de tweede webinar toen men sprak over sustainable development en digitalisering, is het dus heel duidelijk dat we niet alleen maar praten over hardware, software, maar dat we kennis moeten hebben van hoe we moeten inloggen, hoe we moeten werken met het netwerk, het internet, en hoe we daaruit eigenlijk het beste eruit moeten halen wat we nodig hebben binnen onze bedrijven. Dus digitalisering is heel erg belangrijk ook voor de VSB en dat stimuleren we voor de volgende 100%. Oké, hoe kan het bedrijfsleven de SDGs verder uitdragen? Nou, het eerste punt dat ik heb opgenoemd is, we moeten sowieso veel meer kennis hebben van de 17 SDGs en die interactie tussen de verschillende SDGs. Ze staan niet op zich, het is echt wel een raamwerk. Het vormt een integraal geheel. En er is gewoon veel meer kennis nodig. De filosofie achter dit raamwerk. Wat is eigenlijk de gedachte? Hoe moet je dat uitdragen binnen een bedrijf, binnen de verschillende sectoren? Ik denk dat we veel meer kennis nodig hebben. En natuurlijk zijn er al bedrijven, ook in Suriname, die voorrunners zijn, die al wat gedaan hebben, die al wat gerealiseerd hebben, die wat ervaring hebben. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om van elkaar te leren. Een ander punt bij het uitdragen van de SDGs in de private sector is dat we het kritisch moeten toepassen. Ik ben geen voorstander van zaken gewoon klakkeloos overnemen van het buitenland. Maar we moeten goed erover nadenken en toepassen aan onze eigen omstandigheden, eigen Surinaamse cultuur en diversiteit. En om dit te doen, is sowieso samenwerking binnen de private sector erg belangrijk om te komen tot een gezamenlijke visie, missie en implementatie. Ik moet zeggen dat dit jaar de VSB samen met de Rotary Club en de UNDP een paar gesprekken heeft gevoerd om te kijken hoe wij SDGs binnen het bedrijfsleven kunnen uitdragen. Er zijn natuurlijk enkele bedrijven die, zoals ik al zei, die voorrunners zijn, die al wat gedaan hebben. En die zullen ook betrokken worden om te kijken hoe we dit echt kunnen uitrollen. En dat we dit binnen de private sector, binnen het bedrijfsleven, steeds meer gestalte kunnen geven, dit kunnen promoten, zodat we van elkaar kunnen leren. En ik denk dat het belangrijk is dat we als private sector dat samen doen. Dat we samenkomen tot een visie, een missie en tot een stappenplan. Gerard heeft dat ook in zijn presentatie aangehaald. Je moet het gewoon planmatig aanpakken. Er moet een stappenplan zijn. En inderdaad, de eerste fase is die awareness creëren. En van elkaar leren. Er zijn al bedrijven die wat hebben gedaan. En dat willen we ook bij de VSB. Willen ook van hen leren en dat gaan promoten. Onder onze leden die daarmee ook een start willen maken. En wat ook zeer erg belangrijk is, de private sector moet kijken wat wij kunnen doen, maar we moeten dat samen doen met de overheid en de rest van de samenleving om de SDGs uit te dragen en te kijken hoe ver we komen in Suriname. Ja, dus dat is zo'n beetje wat ik kan zeggen over de SDGs en de private sector. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Dwarkasing, voor uw presentatie. Heel duidelijk wat het standpunt is van de VSB en waarvoor u zich hard wil maken. Ik denk dat het inderdaad heel goed aansluit op wat onze vorige sprekers al hebben gezegd. Dus wat dat betreft denk ik wel dat er
meerdere mensen op één lijn zijn van hoe dit goed aangepakt kan worden en voornamelijk het Surinaams bedrijfsleven helpende hand kunnen bieden om naar het volgende niveau te gaan met betrekking tot de implementatie van de SDGs. Goed, het is ondertussen 9:03 geworden. Ik heb toestemming van onze host om wat langer door te mogen gaan. We hebben natuurlijk nog de presentatie van onze laatste spreker. Ik wil graag vragen aan onze presentatoren om toch ook even te kijken naar de vragen die binnengekomen zijn. Ik zie dat er sowieso een vraag binnengekomen is voor meneer Antonius. Het is misschien goed als u in de chat reageert, omdat het toch wel een specifieke vraag richting Telesur is. Misschien kunt u van de gelegenheid gebruik maken om die in de chat te beantwoorden. En er was ook een vraag voor mevrouw Dwarka Singwar in de chat met betrekking tot de aanpak van de VSB. Dus mag ik u daarnaar verwijzen? Dan kunt u misschien toch ook wel op uw eigen manier reageren naar de mensen die de vraag hebben gesteld. Dan zijn we nu wel gekomen bij ons spreker die we nog aan u moeten introduceren. En dat is de heer Hans Stokbroeks. Meneer Hans, bent u ondertussen wel? Ik zag u daarnet wel in de meeting. Hopelijk bent u er wel. Ik heb begrepen dat we meneer Hank mogen aanspreken in het Nederlands. Nou, totdat hij ready is, zal ik alvast beginnen met de introductie. Hank Stokbroeks is de vicepresident van Huawei Enterprise. Hij werkte meer dan 20 jaar in de netwerkindustrie. Aanvankelijk hielp hij bij de opbouw van de Huawei Enterprise serviceactiviteiten in West-Europa. En in 2012 nam hij de verantwoordelijkheid over voor de wereldwijde service marketingorganisatie, waarvoor hij verhuisde naar het Huawei-kantoor in Shenzhen. Hank is een veelgevraagde spreker op internationale evenementen en heeft verschillende artikelen gepubliceerd over de ICT-industrie. Goedenavond, meneer. Kun je me nu wel horen? Ja, nu kan ik u wel horen. Oké, dan was het probleem met mijn headset. Excuses daarvoor. Ja, helemaal geen probleem, zolang we u nu kunnen horen. Uw timing is perfect. Ik ben net uitgesproken om u te introduceren. Ja, ik heb het allemaal kunnen volgen, dus helemaal goed. Fantastisch. Ja, fijn dat u bij ons bent. Helemaal aan de andere kant van de wereld, dat u uw tijd hiervoor vrijmaakt. Natuurlijk heel mooi dat de ICT-associatie mag rekenen op uw ondersteuning. En mag ik u nu uitnodigen voor uw presentatie? Ja, dank u wel, mevrouw Miranda. Het is mij een plezier om aan deze meeting deel te nemen. Ik had het plezier om in 2017 Suriname te bezoeken in verband met een project bij Telesur. En daarbij ook de eer gehad heer Antonius te mogen ontmoeten. Die ik graag wil feliciteren met het 40-jarig bestaan van Telesur. De contacten daarna zijn in stand gebleven. En met als gevolg dat ik hier voor ben uitgenodigd. En dan wil ik graag de SDG-bijdrage van Huawei toelichten. Zoals juist gezegd, ik ben sinds 2011 werkzaam bij Huawei. Sinds 2012 ben ik in Shenzhen gestationeerd. Ik heb een aantal slides die ik graag wil delen. Ja, dat ik neem aan dat zal lukken. Ja. Nu is uw eerste slide. Introduction to Huawei Sustainable Development in beeld. Helemaal goed. Ja, u mag hem vol scherm presenteren. Dat probeer ik. Juist, daar gaan we. Te lezen. Oké, even een korte introductie over Huawei. Iedereen kent waarschijnlijk de naam Huawei wel, maar weet misschien niet wat voor een bedrijf het is. Wij zijn opgericht in 32 jaar geleden, uiteraard in China. En sinds 10 jaar, of eigenlijk 12 jaar, fors gegroeid wereldwijd.
En we zijn nu vertegenwoordigd in over meer dan 170 landen. Ook in Suriname hebben wij een kantoor met een team van, destijds was het een man of 15. Ik weet niet of dat nog steeds precies hetzelfde aantal is. Maar wereldwijd hebben wij zo'n 197.000 medewerkers. En waarvan, wat belangrijk is, is dat meer dan de helft daarvan werkzaam is in research and development. Want een van de speerpunten van Huawei om klanten beter te kunnen bedienen, is innovatie. Als je naar onze mission kijkt, bring digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world. Om dat te kunnen bewerkstelligen is heel veel innovatie nodig. Dus op het gebied van research and development investeren wij enorm veel om nieuwe technologieën en nieuwe producten te kunnen ontwikkelen. Als je kijkt naar de Global Fortune 500 lijst met bedrijven op basis van revenue, dan een jaar of 12 geleden kwam Huawei niet eens op die lijst voor. Maar inmiddels zijn we gestegen naar nummer 49. Dus dat gaat allemaal voorspoedig, ondanks de tegenwind die wij ook mogen ervaren door allerlei handelsembargo's, et cetera, waar ik verder niet op zal ingaan. Maar als je naar onze mission kijkt, dan inclusiveness is daar eigenlijk al direct onderdeel van onze missie. Want onze missie is bring digital to every person, home and organization. Wat uiteindelijk ook de doelstelling is van de SDGs. En als je dan over SDGs hebt, dan, iedereen kent in ieder geval inmiddels wel deze 17, het plaatje met 17 SDGs. Maar ook de ITU, de International Telecommunications Union, waar Huawei een belangrijke partner of deelnemer van is, heeft de bijdrage aan de SDGs gedefinieerd. In vrij groot detail. Dus het is ook interessant om te kijken hoe de ITU, wat een onderdeel is van de United Nations, de technologie, digitale technologie, wil gebruiken om de SDGs te bewerkstelligen. Nou, als je kijkt naar de manieren waarop in general ICT, sustainability en inclusion kan bewerkstelligen, dan is het nummer 1 het toenemen van toegang tot informatie en services in deze wereld. En de heer Antonius had het daar ook al over. Dus informatie is uitermate belangrijk. Degene die toegang heeft tot informatie, die kan die informatie gebruiken om betere diensten, betere producten te ontwikkelen en te leveren. En het kan heel eenvoudig zijn. Een landbouwer ergens in Zuid-Amerika of in Azië kan met zijn mobiele telefoon, ook al is het maar een kleine landbouwer, kan via zijn mobiele telefoon informatie krijgen over hoe die betere producten kan leveren of een hogere opbrengst kan bewerkstelligen vanuit zijn land. Dus de connectivity is uitermate belangrijk. Niet vanwege de connectivity, maar vanwege de informatie en de diensten die je daarmee ontsluit. En in feite wat we noemen een level playing field creëert, zodat niet alleen mensen in ontwikkelde landen toegang hebben tot die informatie, maar ook mensen in ontwikkelingslanden toegang krijgen tot dezelfde informatie. En op het moment dat connectivity wordt bewerkstelligd, gaat ineens een hele wereld van informatie open voor die mensen om die informatie vervolgens te kunnen gebruiken in de werkzaamheden die zij waarmee bezig hebben, betere diensten, betere producten te kunnen creëren. Dus die connectivity tussen mensen en organisaties is uitermate belangrijk. Via de connectivity kunnen individuen toegang krijgen tot organisaties, bijvoorbeeld de United Nations, om daar bepaalde diensten te kunnen afnemen. Maar ook het toenemen van de productiviteit en wat we noemen resource efficiency.
Het is in deze tijd belangrijk om door economische groei te bewerkstelligen, waar als je ziet, als je kijkt naar de economische groei van een land, die is sterk gerelateerd aan de welvaart van een land en de, hoe men daar om kan omgaan met bijvoorbeeld healthcare, et cetera. Een land met een grotere groei heeft gewoon meer middelen ter beschikking om bijvoorbeeld een beter, beter onderwijs of beter healthcare system op te bouwen. Dus die, en dat die welvaartstoename staat gelijk aan de toename van de productiviteit. En hoe je met bepaalde, hoe efficiënt je met bepaalde middelen, resources kunt omgaan. Dus en ICT in die, met name die drie gebieden, kan een zeer belangrijke rol daarbij spelen. Nou, wat doet Huawei zelf daarin? Nou, we hebben vier speerpunten gedefinieerd. Eerst is digital inclusion. Tweede is environmental protection. Derde is security and trustworthiness. En het vierde is healthy and harmonious ecosystem. Nou, met name digital inclusion is uiteraard heel belangrijk. Wij publiceren om de 2-3 jaar een rapport, de Global Connectivity Index. Dat, door, dat rapport wordt geschreven door een third party, dat ons wordt aangevraagd en er wordt onderzoek gedaan naar wat de connectivity index is van verschillende landen. En dan als, doordat dat dan vervolgens gedefinieerd is, kun je gaan kijken van waar, welke landen lopen het meest achter en kunnen we vervolgens iets gaan doen om die landen de digital of de connectivity index te verbeteren. Environmental protection, nou, wat, ik zal er meteen ook een aantal voorbeelden geven van wat we doen om de, een betere leefomgeving te creëren. Uiteraard, binnen dat hele ICT is de voornaamste zorg van veel mensen, maar ook bedrijven, is security and trustworthiness. Kan ik op vertrouwen dat degene met wie ik spreek ook degene is met wie ik inderdaad mee aan het wil spreken. Is mijn data, mijn privacy gegarandeerd, et cetera. Dus binnen dat alles wat, wat er gedaan wordt, binnen de, het verbeteren van de connectivity, et cetera, is altijd, moet altijd kijken naar de security en de trustworthiness. En uiteraard moet dat allemaal gebeuren op een, in een harmonieus, wat we noemen, ecosysteem. Wij werken heel veel samen met heel veel partners. Dus wij beperken onze missie en onze visie niet alleen tot Huawei. Maar wij verwachten ook van onze partners, onze suppliers, dat zij ook deelnemen in die doelstellingen. Nou, wat, uiteraard, we zeiden al, je kunt daar heel veel mooie woorden en we schrijven ook heel veel mooie rapporten daarover. Maar wat uiteindelijk om gaat, is wat er hier ook staat: action speaks louder than words. Dus wat zijn zo wat voorbeelden van digital inclusion, et cetera? Nou, we hebben een programma dat heet Tech for All, waarin we met als doel heeft om technologie door middel van samenwerking met universiteiten, scholen, colleges, meer naar de voorgrond te brengen. Maar die universiteiten en scholen en colleges ook te helpen met het opleiden van studenten in de ICT. Ook de United Nations heeft aangegeven dat er een zogenaamde digital divide is, een gap, maar ook een gap in de supply van talent. Al die ICT, die waar we het alsmaar over hebben, die heeft ook heel veel mensen nodig die dat kunnen ontwikkelen, ontwerpen, implementeren, onderhouden, et cetera. En die mensen die zijn er op dit moment gewoon wereldwijd niet. Dus er moet hard gewerkt worden aan het, wat we dan noemen, de supply van studenten die afstuderen in ICT. En daar zijn wij heel erg actief om universiteiten en scholen te helpen, ook middels het Huawei ICT Academy, die te helpen met hun curriculum, met materiaal, met train-the-trainer, et cetera, om op die manier meer
ICT-studenten, met name ook in ontwikkelingslanden, te helpen om meer ICT-studenten te laten afstuderen. Wij werken heel veel met onze suppliers op het gebied van security en trustworthiness. Maar ook op andere manieren hebben wij, lopen we daarin voor op andere bedrijven. Middels bijvoorbeeld transparency centers. Ook op het gebied van environmental protection doen we veel aan het verbeteren van de power consumption van onze apparatuur, waardoor een vergelijkbaar apparaat minder energie, minder power verbruikt dan dat van onze competitors. En ik kom daar later nog op terug. En ook het healthy and harmonious ecosystem. Huawei wil graag dat de hele ecosystem van Huawei werknemers, maar ook suppliers en andere partners waar we mee samenwerken, ook deelnemen in dat de evolutie van het opvolgen van de SDGs. Als je kijkt naar digital inclusion, een van de voorbeelden wat we daar gedaan hebben is bijvoorbeeld de DigiTruck, which is een soort container die volledig voorzien is van alle ACT equipment en die mobiel is. En dus die kan vervolgens, die rijdt ook door bijvoorbeeld door Afrika en verschillende landen. En overal waar die komt kunnen studenten gebruik maken van de, en scholieren gebruik maken van de technologie, om op die manier hun mogelijkheden voor het lesgeven te verbreden. Wat we ook doen is met name bijvoorbeeld in de rainforest, wat ook bijvoorbeeld voor Suriname interessant is, werken we samen met andere bedrijven om apparatuur te ontwikkelen die illegal logging, het illegaal kappen van bomen, tegen te gaan. Of in ieder geval te detecten en het vervolgens alarmeren, zodat er sneller kan worden opgetreden. En dat gaat met bepaalde devices, met behulp van artificial intelligence, kan zo'n device detecteren wat daar gebeurt en of daar illegal logging plaatsvindt. Wat een ander voorbeeld is Track AI, Track Artificial Intelligence, wat gebruikt wordt om kinderen met een oogaandoening meer middelen te geven, waardoor ze toch beter kunnen deelnemen aan de samenleving. Een ander voorbeeld is 5G Unmanned Smart Mining. Dat is een oplossing waarbij wij ervoor zorgen dat er minder mensen ondergronds in een mijn hoeven te werken door 5G-technologie te gebruiken, zodat bestuurders van apparatuur die normaal onder de grond die apparatuur moeten besturen, dat vanaf boven de grond kunnen doen. Dit zijn een aantal voorbeelden van hoe je digitale technologie gebruiken samen met onze partners om toch meer digitaal inclusief te zijn. Als je kijkt naar security en trustworthiness, ik ga hier één voorbeeld in verband met de tijd één voorbeeld highlighten. En dat is het Cybersecurity Transparency Center dat we in Brussel hebben opgezet. Het zal geen geheim zijn dat Huawei nogal onder een vergrootglas ligt op het gebied van security. Om te laten zien dat er geen security risico's zijn en dat Huawei een betrouwbaar bedrijf is, hebben we dit Transparency Center in Brussel opgezet, waar we bedrijven en andere vertegenwoordigers uitnodigen. En in feite alles laten zien van onze source code tot aan apparatuur, processes, et cetera, om te laten zien dat Huawei wel degelijk een secure en trustworthy bedrijf is. Ook op het gebied van privacy protection doen wij heel veel en nemen wij deel aan alle organisaties die zich daarmee bezighouden. Want nogmaals, digital inclusion kan niet zonder
security en trustworthiness. Die twee die moeten altijd samengaan. Als je kijkt naar environmental protection. Zoals ik al zei, wij doen heel veel om te zorgen dat onze apparatuur minder energie verbruikt. De toename van het gebruik van ICT betekent ook dat er meer datacenters gebouwd moeten worden. Nou, datacenters verbruiken enorm veel energie, omdat al die apparatuur die zich in zo'n datacenter bevindt, die moet gekoeld worden. En de koeling van al die apparatuur, die kost enorm veel energie. Dus aan de ene kant moet je die energie erin stoppen om die apparatuur te laten werken, en vervolgens moet je er nog meer energie in stoppen om die apparatuur weer te koelen. Dus hoe minder energie een apparaat verbruikt, hoeft er minder energie in, en er hoeft ook minder energie gebruikt te worden om het weer te koelen. En als je kijkt naar onze ontwikkelingen, dan zorgen wij ervoor constant voor dat onze apparatuur minder energie verbruikt. Dus waardoor zo'n datacenter meer energie hoeft te verbruiken. Daarnaast zijn we ook bezig om zelf voor onze eigen datacenters en voor onze eigen energieverbruik renewable energie te gebruiken. We werken ook samen met onze suppliers. Ook om ook die toe te bewegen minder energie te verbruiken. En uiteindelijk alles met als doel het carbon emissions te laten afnemen. En als je dan kijkt naar het harmonious ecosystem, dan is een van onze flagship programs is Seas of the Future. Seas for the Future. Een programma dat we al een tijd geleden gestart zijn. Maar wat ook specifiek als doel heeft om studenten meer bij de ICT te betrekken. Voor de pandemic was het zo dat die studenten werden uitgenodigd naar Shenzhen, of naar China eigenlijk, waar ze een verschillende afdelingen, maar verschillende bedrijven, op verschillende universiteiten konden bezoeken. En ook onderwijs kregen in ICT. En met als doel om die studenten meer zicht te geven op wat er gebeurt op het gebied van ICT, ze enthousiaster te maken over ICT, zodat er meer ICT-studenten zullen zijn, want die zullen er die zijn nu al hard nodig, maar die zullen in de toekomst nog harder nodig zijn om al die ICT goed te kunnen beheren en te implementeren, et cetera. Dus Seeds for the Future is een van onze belangrijkste programma's om studenten te motiveren in de ICT-technologie. Uiteraard publiceren wij ook elk jaar een sustainability report. Het rapport voor 2020 is nog net niet af. Maar dat zal binnenkort gepubliceerd worden. Dus ook daarin kan men lezen wat Huawei allemaal doet op het gebied van sustainability en digital inclusion. That's it voor mijn deel. Ik hoop dat dit een beetje een idee heeft gegeven van wat een bedrijf als Huawei, wat ook een belangrijke rol speelt in de ICT-ontwikkelingen van Suriname, wat wij zelf doen aan digital inclusion en sustainable development. Mochten er vragen zijn, dan ben ik uiteraard beschikbaar om die te antwoorden. Goed, dank u wel. Voor uw presentatie zijn inderdaad wat vragen binnengekomen. Ik wil even bij het begin van de vragenronden beginnen. Even vragen als meneer Den Dekker, mevrouw Dwarka Singh en meneer Antonius er nog zijn, zodat we ook de vragen die eventueel voor hun binnengekomen zijn, ook op een goede manier kunnen doorspelen aan hun. Voor zover ze nog niet zelf antwoord hebben gegeven in de chat, want dat was natuurlijk ook een mogelijkheid, zeker voor de bedrijfsspecifieke vragen die gesteld zijn geworden. Ik begin even bij het begin. Meneer Vicky Ramratan die zegt: het gros van de Surinaamse bedrijven bestaat uit micro tot kleine bedrijven. Je ziet dat de SDGs vaker door de kapitaalkrachtige bedrijven worden geïntegreerd.
hoe kun je deze categorie bedrijven stimuleren om mee te doen aan de SDG? Want waarom zou zo'n bedrijf moeten meedoen? Nou, ik denk dat het belang van de SDG's al is uitgelegd door de verschillende sprekers, niet alleen maar in dit webinar, maar ook in onze eerdere edities. Ik verwijs meneer Ramratan naar de presentatie van meneer Rente en ook die van meneer Dekker en ook die van mevrouw Dwarkasing, omdat ze daar uitgebreid op in zijn gegaan over waarom het belangrijk is en hoe bedrijven, ook al zijn ze kleine bedrijven, nog steeds SDG's zouden kunnen implementeren binnen hun eigen beleidsgebied. Er staat een vraag hier van mevrouw Marwi Patadin. Het steeds meer digitaal werken met alle services, zijn de cybersecurity issues prominenter aanwezig? Zijn er al bedrijven in Suriname die intensiever hiermee bezig zijn? Cybersecurity is een onderwerp dat zeker een paar keer vanavond ook genoemd is geworden. Ik laat even zien dat de enkele van onze panelleden al wat antwoorden hebben gegeven. Er wordt hier gesproken over datasurief, een aantal cybersecurity oplossingen. Wordt ook bedankt voor het antwoord. Dus dat wil zeggen, mevrouw Marwi Patandien, hopelijk kunt u met de antwoorden even verder. Maar voor het geval de rest van onze mensen die participeren aan het webinar de vragen niet hebben gezien, laten we toch even de revue passeren. Meneer Antonius, dat was een vraag voor u van meneer Mark Partuihono. Heeft u die al kunnen beantwoorden? Ja, dat heeft u ook al gedaan. Hartelijk bedankt daarvoor. Meneer Mark, hopelijk bent u content met het antwoord. Ik zie dat mevrouw Malti Dwarkasing ook al is ingegaan op de vraag van mevrouw Nancy Del Prado, die complimenten gaf voor de duidelijke presentatie. De financiële situatie zal zeker een uitdaging zijn voor de middelgrote en kleine bedrijven om de SDG's te implementeren. De VSB heeft daar een visie over, die door mevrouw Dwarkasing is geantwoord. En dan is er een vraag voor Hank. Het platform to monitor and prevent illegal logging in 11 countries. Behoort Suriname tot een van die 11 landen? Ja, ik kan zetten een antwoord aan het typen, maar ik kan het ook zo even doen. Dat weet ik niet. Dat ga ik uitzoeken en dan moet ik even weten waar ik het antwoord vervolgens naartoe kan sturen. Nou, ik denk dat u het naar de ICT-associatie kan toesturen. En ik denk dat de ICT-associatie het kan voorwoorden naar alle mensen die hebben geparticipeerd aan het webinar. Hartelijk dank daarvoor. Een vraag van mevrouw Ariane de Bie. Zou Huawei ook in Suriname willen of kunnen participeren in wildlife protection? Kunnen wel. Ik weet niet wat precies de plannen in Suriname zijn, maar nogmaals, daar kom ik op terug en dan met een wat meer gegevens over wat wij precies op dat gebied in Suriname doen of eventueel zouden kunnen doen. Ja, oké. Nou, ik denk dat uw presentatie in ieder geval heel duidelijk is geweest met wat de mogelijkheid allemaal is van wat de software van Huawei allemaal en de hardware van Huawei allemaal mogelijk is. Ik zag dat de meneer Lazo ook een vraag had gesteld en die vraag was gericht naar de VSB. Ik zie dat mevrouw Dwarkasing ook al heeft geantwoord. Zijn vraag was: hoe denkt VSB de grote informele sector aan te pakken, vooral in de districten en in het binnenland? En dan is er nog een laatste vraag en die is volgens mij ook al op gereageerd. En dat is weer van meneer Mark en die zegt: ONT is future qua asymmetrie en hogere down- en upload, maar deployment zal meer tijd en geld kosten, met name vanuit customer bezien. En natuurlijk bedankt even voor het antwoord en wens veel succes. Verder is er nog een vraag van mevrouw Clarissa Neyman. Hoe ondersteunt Huawei Suriname concreet of rechtstreeks? Kunt u daarop reageren? Meneer Han? Sorry? Er is een vraag, hoe ondersteunt Huawei Suriname concreet of rechtstreeks? We zijn dus de partner van Telesur, maar ook van andere bedrijven. En de exacte activiteiten in Suriname op het gebied van digital inclusion en sustainability, daar kom ik op terug. Oké, prima. Dan zijn er nog twee vragen voor u, meneer Hank. Zou Huawei ook in Suriname bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs?
Ik denk dat het misschien ook goed is om daar met Antonius ook even de gelegenheid te geven om te antwoorden, omdat natuurlijk Telesuur daar ook al wat belangrijke stappen in heeft gezet, zeker recentelijk ook. Dus natuurlijk mag u die vraag beantwoorden, maar ik ga wel meneer Antonius vragen om daar ook op aan te vullen. Gaat uw gang maar, meneer Hank. Ja, dat zouden we zeker kunnen. Ik denk dat dat ook wel al gebeurt, maar de specifieke details, die moet ik even bij het lokale team naar boven halen. En die kan ik dan vervolgens terug doorspelen. Ja, meneer Antonius, kunt u ons misschien helpen met dat antwoord? Ja, vanuit Telesuur bekeken zijn wij een aantal bijdragen aan het leveren op het gebied van onderwijs en educatie. Een van de stappen is met name de free data service, waar ik eerder over heb gehad. Een niet onderschatte stap, omdat het aardig wat kosten aan verbonden zijn. Wij hebben in Suriname te doen met weinig lokaal content. En met weinig lokaal content bedoel ik de meeste sites die er zijn, die we bezoeken, die liggen in het buitenland. We hebben natuurlijk wel hier en daar het een en ander ingericht als het gaat om een aantal sites hier proberen te hosten. En sommige sites zoals YouTube en Facebook en dergelijke. Maar belangrijk is wel, we moeten meer gaan werken aan de ontwikkeling van lokaal content. Dus wij hebben bij de Free Data Service daar ook met name meer focus op gelegd. Om dus met name de Surinaamse onderwijsinstellingen te stimuleren lokaal hun content te hosten. En dat is een van de criteria waardoor we het aan de Free Data Service krijgen. Maar daarnaast hebben wij ook hieraan toegevoegd dat wij de Moodle site... die in principe voor educatiedoeleinden internationaal voor gebruikt wordt, met de Big Blue Button optie voor de videoconferencing, dat we die reeds in Suriname hebben, wordt gehost bij Datasuur, waardoor we met name het kostenaspect kunnen reduceren. Daar is een internationale capaciteit voor nodig. Er zit een gigantische valutacomponent aan verbonden. Dus willen we met name dit aspect specifiek stimuleren, moeten wij zoveel als mogelijk lokaal hosten. Datasuur heeft een aantal hosting opties en ik ben er een grote pleiter voor dat wij als Surinamers onze eigen content gaan ontwikkelen en ook lokaal hosten. Goed, dank u wel voor dat antwoord. U bent in uw presentatie overigens ook ingegaan op de ondersteuning die er nu al wordt geboden aan de onderwijssector. Dank u wel daarvoor. Goed, ik heb nog een laatste vraag en daarmee gaan we het afsluiten. Het is ondertussen al 9:30 geworden, want ik vind het toch wel een leuke vraag. Het is een vraag die in onze eerdere aflevering van de webinars zijn behandeld, maar misschien toch ook wel goed om dit bij de ICT-associatie in samenwerking met de UNDP neer te leggen. En dat is namelijk dat mevrouw Nancy Del Prado vraagt: als er wetgeving noodzakelijk is om de implementatie van de SDGs te bevorderen. Ik weet dat onze eerdere sprekers in eerdere afleveringen hierop een beetje zijn ingegaan, dus ik kijk even naar meneer Den Dekker, als hij me kan ondersteunen met het beantwoorden van deze vraag. Ik weet dat het in zeker in webinar nummer 1 en 2 wel degelijk ter sprake is gekomen toen we met de verschillende vertegenwoordigers van diverse ministeries spraken en ook volgens mij de vertegenwoordiger van de diplomatieke dienst die toen ook hier een uitspraak over had gedaan. Ja, ik zal de vraag kort beantwoorden. Ik denk niet dat er specifieke wetgeving voor nodig is, Nancy. Ik denk dat de SDG's gewoon vooral gezien moeten worden als iets wat we al dagelijks doen. Alleen we benoemen het niet als zodanig. Dus hou het gewoon heel dicht bij hetgeen wat we al doen. En probeer die koppeling op een hele pragmatische manier te maken. En maak het niet te ingewikkeld. Maar probeer je wel te verdiepen in de 3 lagen. 1, de doelen. 2, de targets. En 3, de indicatoren. En probeer daar de inspiratie uit te halen. En nogmaals, via een pragmatische aanpak de koppeling te maken en je bijdrage te leveren. Ja, ik kan me ook wel herinneren dat er geantwoord was dat het in principe per ministerie ook wel
mocht voorkomen dat er regelgeving en dergelijke toegepast zouden worden binnen de regels van de SDGs. Maar nogmaals, de SDGs zijn toch wel zeg maar het kader waaraan alles opgehangen moet worden. En dat heeft betrekking op elke handeling, elk document dat opgesteld wordt en de doelen voor ogen houdend waarin het kan doorsijpelen. Dat hoeft niet per se via regelgeving. Het kan natuurlijk wel opgelegd worden vanuit de overheid om er een bepaalde regelgeving op los te laten. Maar net zoals meneer Den Dekker zegt, is dat niet per se noodzakelijk, want het kan al in eigen handelen. Goed, ik ga toch even door met een paar vragen die op het laatste moment binnenkomen. Oké, meneer Genel of mevrouw Genel Struiken. Kan het ministerie van Onderwijs niet de samenwerking aangaan met Telesuur om eigen platform te creëren? Ik denk dat met de lancering van het platform van Telesuur afgelopen week daar al de eerste aanzet voor is gegeven. Heel mooi van Hosen Lokaal Big Blue Button, zegt meneer Mark Partowihono en meneer Miranda, dat is mijn papi, mag ik wel even zeggen op deze manier, want ik heb hem al heel tijd niet meer gesproken, maar misschien is het toch wel leuk om met een vadersvraag te eindigen deze sessie, omdat ik het ook een hele pragmatische vraag vind en hij wil namelijk weten hoe we praktische follow-up kunnen geven aan deze sessies, want het is natuurlijk wel mooi, omdat we zoveel aandacht hebben gekregen de afgelopen 4 weken en op het hoogste niveau van het land en de regering. Er waren ministers vertegenwoordigd, de diplomatieke diensten, dus wat dat betreft aan aandacht niet tekort. Maar het moet natuurlijk, zoals meneer Antonius het zei, niet bij mooie woorden blijven. We moeten daadwerkelijk ook actie gaan ondernemen. Dus ik leg die vraag neer bij de ICT-associatie. En misschien kan ik daarmee direct ook het woord geven aan mevrouw Anoushka Sonai. Zij is namelijk de voorzitter van de ICT-associatie. En vanuit haar organisatie op dit moment gaat er een follow-up hieraan al dan niet gegeven moeten worden. Dus misschien kan ik haar dan ook direct uitnodigen om haar slotargumenten aan u te presenteren bij het einde van deze 4-serie webinar. Anoushka. Dankjewel, Odette. Dankjewel alle sprekers van vanavond, maar ook van de voorgaande avonden. Ja, inderdaad, een leuke vraag van onze chair. Ja, jij noemt hem je papi. Voor ons is hij onze chair. Maar ja, de commissie die dus bezig is geweest met deze webinarseries, heeft samen met beide organisaties gekeken naar wat kunnen we verder doen. En het is belangrijk dat we weten dat de nationale discussie over de SDGs als een zeg maar, doel te hebben of in je bedrijfsleven te incorporeren, dat die is gestart. Dat heel wat bedrijven al ermee bezig zijn, maar dat ook de overheid hiervoor aandacht heeft. We hebben in de 4 sessies die we hebben gehouden, hebben we verschillende sprekers gehad, maar ook participanten. We hebben mensen gehad uit de private sector, de business community, mensen van de overheid, op ministeries, ministers waren er, maar ook DNA-leden zijn er geweest. Er zijn studenten geweest, maar ook mensen uit de diaspora. Er zijn ook ICT'ers geweest, maar ook niet-ICT'ers, verschillende stichtingen en verenigingen. En dat wil zeggen dat we hiermee, ook als je kijkt naar de reikwijdte, de cijfers die we krijgen, mensen die later ook terugkijken op YouTube, hebben we een goed aantal mensen bereikt, maar ook de juiste mensen bereikt. En de next step is om met een plan te komen. En we willen wel een aanzet doen, maar dan is het plan van de ICT-associatie. En dat moet het niet zijn, dat moet een plan van Suriname zijn. Dus we gaan met de input die we hebben gehad van alle sprekers, de input die we hebben gehad van de participanten, tijdens de chats, maar ook gewoon mensen die gemaild hebben met hun inzichten enzovoorts, gaan we alles bij elkaar brengen. En we gaan die ook incorporeren in onze ICT Vision 2030. Onze ICT Vision 2030 was eigenlijk al klaar om gelanceerd te worden. Maar toen we hier uit deze webinarsessies ook valuable input kregen, hebben we besloten om die info te gaan incorporeren in onze ICT Vision 2030. En het op die manier tot een doel te maken, maar ook een middel te maken om duurzame ontwikkeling voor Suriname te gaan realiseren. Ik ben als voorzitter van de ICT-associatie heel blij. Ik wil Telesuur bedanken, niet alleen maar als Telesuur, maar ook als lid. Alle sprekers vandaag, de VSB, Huawei,
Gerard sowieso, de commissie die hier aan heeft gewerkt, alle sprekers van de voorgaande keren en alle participanten. Dankjewel voor de feedback, maar dankjewel ook voor de bijdrage en ik hoop dat het bij jullie gewoon door gaat leven, want we hoeven niet altijd samen bij elkaar te zijn om aan iets te werken, maar als iedereen zijn deel doet en zijn rol goed invult, dan komen we er wel. Dus van harte bedankt. En ja, terug aan jou, Odette. Dankjewel, Anoushka. En ik weet zeker dat ik ook dank aan jou en je team mag uitspreken namens iedereen die heeft meegedaan. Er zijn prachtige presentaties geweest. In ieder geval genoeg voer voor nadenken. Nogmaals, hopelijk wordt daarmee wel weer even de vonk aangewakkerd om door te kunnen. Ieder binnen zijn eigen organisatie of structuur waarin ze zitten. Deze serie met webinars werd niet alleen maar door de ICT-associatie aangeboden, maar ook door de UNDP. En ook de vertegenwoordiger van de UNDP heeft mee kunnen volgen wat er allemaal gezegd is geworden vanavond. En ook zij wil tot slot kort een woord tot u richten. En mag ik daarom mevrouw Margaret Jones-Williams uitnodigen? Ze spreekt geen Nederlands, maar ik weet zeker dat ze de naam wel herkent. En zij wil ook gewoon kort het woord tot u richten voordat we formeel deze serie van webinars afsluiten. Mrs. Margaret Jones-Williams, welcome. Thank you. I'll see you for the evening. Thank you, Deb. Thank you. I hope you were able to follow what the presenters taught us today. Yes, thank you very much, Odette. And I was going to start with that I will give my brief remarks in English, but rest assured that I have been able to follow because my colleague Ruben has been diligently sending me translations. So I have really, I must say that I have really enjoyed the richness and the depth of the presentations. It really is a privilege for UNDP to be a partner in this series. We've done now 4 sessions on digital inclusion for the Sustainable Development Agenda. And again, I'm really heartened to see the number of persons online. So many of the speakers have just highlighted the existence of the digital divide, the need to have digital inclusion, the relevance of digital literacy, and the desire to get beyond digital exclusion. And of course, all of this has been really highlighted in the global pandemic. The motto for the SDGs of Leave No One Behind, of course, is a key aspect to underpin this webinar series. And I think that so much has been presented on various aspects to ensure that that the digital age does not result in leaving people behind. When we first discussed these webinars, they were designed to engage policymakers, business communities, various stakeholders. And I think over the last 4 weeks with all the presenters that we've had, the participants, the strong participation, as you've even seen tonight in question and answers, I think that we have really been able to raise the level of awareness on this important issue. For session 1, I remember we had over 100 persons staying well up to 10 o'clock at night. For the 3rd session, there were about 90 people. And even tonight, we had over 50 persons engaged and online. We've made a very good start in this conversation, and we have to ensure that all the information, the insights, the ideas, the potential are all translated into initiatives and follow-up actions. In session 2, I gave a presentation on UNDP's 2020 Human Development Report and how the traditional Human Development Index has over the years been adjusted beyond just a measure of the gross domestic product, the GDP of a country, including indices like gender, and for the HDR 2020 now having a planetary adjustment to reflect the Anthropocene pressures. What are the pressures of the planet on our daily life? And it would be interesting now to consider a digital adjustment
How is our standard of living, our enjoyment of life? How is that impacted by digital access and our digital experience? So I really hope the ICT sector will think about how we take that forward. I would like to just congratulate the government of Suriname and the partners, Telesur and Social Being, on the launch of the free data service for the education sector that happened this week. I mean, a real significant contribution to the SDG on education, and of course, a real working example of SDG 17 on partnerships. And with this, students and teachers can now access the internet without having credit. They are not restricted by not having credit to access educational sites. And you know, COVID-19 has created so many challenges, but has presented so many opportunities to push us, to move us into the age of digitization, e-banking, distance learning, teleworking, all the different terminologies that are now evolving in this digital age. I would like to just acknowledge the partnership with the ICT Association of Suriname for the initial discussions on this initiative, for asking UNDP to be a partner, and to really thank all the speakers who have given up their time and expertise to make this such a rich learning experience. Over the sessions, you know, we've had the indigenous and tribal people represented, we've had VIDS and campus. We've had senior government officials, including the Minister of Transport, Communication and Tourism. We've had Minister of Education. We've had the Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation. And of course, tonight, we've had the Suriname Business Association, Mr. Renten and Ms. Malti presented. We've had Mr. Gerard Dendecker, member of the ICT Association, Mr. Antonios of Telestor, Mr. Hank of Huawei joining us all the way from China. And I think that all the information that has been shared, the expertise, really just shows us what a wealth of information we have and what a potential Suriname has to continue to break boundaries and to continue to grow and develop within this digital age. I'd like to just end by thanking Ms. Anushka Sunai, chairperson for Suriname ICT Association, and our co-host in this platform, and to say thanks for the partnership. And it does not end here. I see this as a beginning as we move towards the importance of ICT in the 2030 agenda to ensure that we leave no one behind. Thank you all. Thank you, Ms. Margaret Jones-Williams, for those very nice last words, because that's what it's all about, leaving no one behind within all of the 17 Sustainable Development Goals. Digital inclusion for sustainable development was het thema van de serie webinar die wij de afgelopen 4 donderdagen hebben gehouden. Even ter reminder is dat onze eerste onderwerp ging over ICT general en policy. We hebben toen gesproken over het beleid, hoe de overheid dit ziet en hoe beleidsmakers uitkijken naar de toekomst en de ontwikkeling van wetgeving, regelgeving en implementatie van ICT binnen ook hun eigen organisatie. Ons tweede webinar die ging over ICT en de SDGs. We hebben daar een overzicht gekregen van wat de status is van de verschillende SDGs in Suriname. Ons derde webinar die ging over onderwijs en ICT. Dat is natuurlijk een heet hangijzer op dit moment. En ons laatste webinar van vandaag die heeft als onderwerp gehad de private sector contribution to the SDGs. Er zijn natuurlijk nog vele onderwerpen die ingevuld kunnen worden onder de 17 doelen van de Sustainable Development Goals, die in combinatie met ICT aan de orde gesteld kunnen worden. Maar nogmaals, dit moet een aanzet zijn en hopelijk zijn er in ieder geval wat deuren geopend, wat visies in place gebracht
En misschien ook wel wat verbanden gelegd met uw eigen organisatie en de mogelijkheden voor de toekomst. Mag ik u namens de ICT-associatie en de UNDP van harte bedanken voor uw participatie, uw geduld en tijd in de afgelopen 4 weken. En u van harte uitnodigen om up-to-date te zijn wanneer we de volgende keer er weer bij zijn met onze volgende serie van informatiesessies voor het welzijn van allemaal. Voordat we gaan, wil ik namens de ICT-associatie, het bestuur, maar ook de leden, en ook namens de UNDP, 1 persoon speciaal bedanken. Zonder die persoon zouden we niet allemaal bij elkaar gekomen zijn. Of misschien wel, maar veel later. Maar hij was aan het trekken en stoten en zeggen nee, nu en niet later en niet na COVID, et cetera. Ik weet wie het is, maar goed. Hij is een echte SDG ambassador en gaat aan elke deur bij elke organisatie steeds langs om ons bewust te maken, iedereen bewust te maken dat we aan de Sustainable Development Goals moeten werken, dat we die hoog op de agenda moeten plaatsen. En ik ben al zeker 7 jaar bezig met, of nee, 4 jaar bezig met SDGs. Maar hoe hij dat steeds op mijn agenda onder mijn neus wrijft, elk stuk dat ik stuur, kijkt hij met een vergrootglas of ik SDGs erin heb geschreven. Maar ik vind het heel bijzonder dat hij ons allemaal scherp houdt. Maar ook de echte SDG ambassador is van Suriname. Die titel krijgt hij van mij en ik denk iedereen hier in het team ook. Dus dat is voor Gerard den Dekker. Van harte bedankt voor jouw uitzonderlijke bijdrage. Ja, applausje voor jou, Gerard. Zeker weten. Ja, bijzonder inderdaad. Gerard heeft het tot zijn persoonlijke passie gemaakt om dit te gaan doen. En dat is natuurlijk zeer prijzenswaardig. En ik weet zeker, he's a man on a mission. En hij zal ook niet stoppen om dat te blijven doen. Dus ik ben blij dat Anushka dat op die manier memoreert, Gerard. Want jouw dedication aan de SDGs en het doorvoeren daarvan overal. Ook in elk gesprek dat ik met Gerard heb, komt elke keer wel weer de SDGs aan de orde. En het is inderdaad zeer prijzenswaardig, de dedication die hij heeft gegeven, zeg maar, of zich heeft voorgenomen om te blijven geven aan dit onderwerp, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk ook onze tool voor ontwikkeling wordt in de toekomst. Gerard, dankjewel. Goed, en dan denk ik dat we wel aan het einde zijn gekomen. Het is 10:10 op de donderdagavond, mensen. Nogmaals hartelijk bedankt voor participatie, aanwezigheid, vragen. Ook de kritische vragen, die zijn natuurlijk meer dan welkom. Maar voornamelijk, zoals ik het al zei, hopelijk is de vonk aangewakkerd, zodat u in uw eigen organisatie of in omgeving zelf ook even door kan gaan met alle kennis en informatie die u heeft meegekregen in de afgelopen 4 weken. Nogmaals namens de ICT-associatie en de UNDP van harte bedankt en een van harte goedenavond en tot ons volgende initiatief. Dag. Dag iedereen.